Evert, je ziet wel heel bruin, hè? Zeker in vergelijking met mij en Olly. Uw Olympisch lange vakantie is goed geweest. Ja, Olympisch lang, dat is al fel overdreven. En twee, ik heb echt al veel bruiner gezien in mijn leven. Ik smeer nu factor 50 op aanraden van mijn verloofde en dat werkt wel. Ja, maar we hebben zo'n bruine filter over de camera en op beeld zie je echt superbruin. Maar hoe is het met u? Heel goed. Ik ben echt super blij dat we er terug gaan invliegen. Welkom bij MidMid, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op Friends of Sports en PlaySports. Welkom ook aan onze special guest. Hij werd 8 keer kampioen met Anderlecht, veroverde het hart van 2 Miss Belgiërs en kwam 20 keer uit voor de Rode Duivels. Welkom, Olivier. Het is ondertussen, denk ik, 3 maanden geleden dat je aangekondigd hebt dat je ging stoppen met voetballen. Yes. Je zei toen, redelijk snel al, ik sta nog niet helemaal achter mijn keuze, maar dat zal wel komen. Is dat ondertussen al gekomen? Goh, nog niet helemaal. Hè. Het begint weer te kriebelen. De competitie is terug begonnen. Zult heeft ook al leuke wedstrijdjes gehad. Ik ben ook gaan kijken tegen Standaard. En ik had echt wel zin om mee te doen. Maar dus, oké. Okay, ja. Dus jij bent hier om je comeback aan te kondigen? Nee. Sowieso uitgesloten? Het moet al veel gebeuren. Ja. Maar dat was de manier van afscheid nemen was wel raar. Je zegt, ik ga stoppen, maar dat je er zelf wel heel moeilijk mee had. Dat heb ik nog weinig mensen die hun afscheid aankondigen horen zeggen. Ja, maar omgekeerd geweest had ik ook niet 100% achtergestaan. Dus had ik gezegd van, ik doe door een jaartje, had ik ook niet 100% achtergestaan. Het was een dubbeltje en je moet een keuze maken. Hè. En ik vond dat ik een redelijk plezant jaar achter de rug had. Sportief ook. Een beetje op alle gebieden eigenlijk. Echt een goede groep terechtgekomen. Met echt veel... Goeie gasten. Op een hoogtepunt. Ja, Jelle, Laurens, Sammy, Louis. Ja, ik had achternaam niet allemaal zeggen. Ik ken ze wel allemaal. Echt een goede groep. Ook alle dagen kaarten op de bus. Veel plezier. Wij wonnen al onze wedstrijden bijna verplaatsing. Dus die terugreis was altijd wel echt plezant eigenlijk. Dus echt een goede groep terechtgekomen. Maar fysiek en mentaal was het. Maar dat vond ik raar. Want dat zei je ook, ik voel dat het lichamelijk wat minder goed gaat en zo. Ja. Maar dat gevoel had ik als kijker niet. Ik vond u net heel fit overkomen. Ik denk dat je ook echt bijna alles gespeeld hebt. Ja, maar je ziet de trainingen natuurlijk niet. Hè. De trainingen waren ook altijd wat minder. De matchjes waar ik eigenlijk altijd wel goed in was, 5-5 of 3-3. Dat is altijd zo wat mijn ding geweest op training. Het was altijd minder. Ik werd voorbijgelopen. Ik verloor altijd mijn matchjes. Ik ging dan ook altijd depressief naar huis, want ik haat verliezen. Dus dan word ik ook voorbijgelopen door een Dompé natuurlijk. Allee, Dompé dribbelt natuurlijk wel heel veel. Dat maar kan gebeuren. Ik werd dan constant in het zak gezet. En ik had er geen zin meer in. Maar natuurlijk kon ik mij wel nog focussen op die zaterdag- of zondagwedstrijd. En daar kon ik dan allemaal wel wegsteken. Maar daar gaat het wel over. Hè? Daar gaat het over, ja. Ik weet het, maar ja, je moet een beslissing maken. Dat snap ik. Had ik verder gevoetbald, was ik er ook niet super gelukkig mee geweest. Weer die voorbereiding, weer die fysische testen. Het eerste wat de trainer zei, was jongens, ons Strava-programma. En ik zei, oké, het seizoen is juist gedaan. En ze gaan alweer beginnen met dat Strava-programma vorig jaar. Dat je in uw vakantie dan moest doen? Of? Ja. Echt? Dus, ja, absoluut. Dat is toch overal zo nu bij de clubs? En dan had ik zoiets van... Neymar en zo, die aankomen terug, dan denk je niet dat die in een Strava-programma is. In de corona ook, moesten we alle dagen op Strava lopen. Alleen met alle respect, ik ga niet klagen, we hebben een fantastische job. Maar ze laten nu nooit los. Hè. Het is ook een beetje het moderne voetbal. Alles wordt geregistreerd. Je loopt altijd met mijn GPS aan. Alles wordt gecontroleerd, geregistreerd. Ik was het beu. Ja. Dat snap ik dan weer wel. Als je maar ik ben ook 40 jaar. Hè. Ik ben niet 35 jaar. Nee. Ik ben niet... Fredje is ook een goede klant van jullie, Frederik Dupré. Ik heb hem gisteren... betaalt ons niet zo. Ja, dat zou... Ja, hij zei, ik moest zeker de groetjes doen aan jullie. Dus hij zei ook van, ja, ik ben gestopt met mijn 2,33. Dan heb ik gezegd, kijk Fred, ik ben wel al 40. Ik ben echt wel 8 jaar langer doorgegaan. 8 jaar langer en voetbal ga ik vooruit. Hè. Ik zeg niet dat het niveau vooruit gaat of de kwaliteit vooruit. De snelheid en de intensiteit. Dus, voilà, alles wordt gecontroleerd.
echt, kunt geen, ja, ook na de training vorig jaar, ja, Oli, een beetje te weinig gelopen, dit en dat, dan moet je dan na de training inhalen. En, dat was allemaal, maar dat is voetbal. Dat is, ja, maar op je 39 ja, zouden ze kunnen zeggen. Maar okay, dat vind ik ook niet. Ik vind dan eerder dat het aan Oli is om te zeggen wat hij nu gedaan heeft. Ik ga dat niet nog eens doen. Nee, oké, maar dat is, ik vind dat ook niet correct om te zeggen van op je 39 of 40 moet je wat minder doen. Nee, want de zaterdag moet je ook niet wat minder doen. Ze komt ook tegen gasten van 20 jaar die snel en sterk zijn. En dus dat moet je ook niet zeggen, ik ga wat minder doen. Dus als je wil meedoen, moet je ook alles meedoen. 100%. Ja, absoluut. En ook de trainer, dan moet ik in een training missen en al. En daar voel ik mij ook altijd niet goed bij. Dan zit je daar in de fitness op de spinningfiets te kijken naar de training. Dan raak je gefrustreerd. Dus ik heb eigenlijk ook bijna alles meegedaan. Ja. Ik vind het wel mooi, denk ik, een van de eerste profvoetballers die gestopt is omdat hij matchjes verloor op training. Ja, ja, ik ben een slechte verliezer. En als je dan, ik zeg niet enkel Dompé, als dan bijvoorbeeld een Jelle Vos nu dribbelt. Dat kan niet. Dat is nooit in mijn leven gebeurd. Dan is er reden om te stoppen. Als Jelle Vos u uitkapt, in een nooit is zijn leven niemand uitgekapt. En dan kapt hij uit en dan schiet hij hem binnen. En dan is het tijd wel om een keer over na te denken. Ja. Heeft Turizo nog last minute iets geprobeerd? Speciaal? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik heb nu nog geregeld contact met hem wekelijks. En hij stuurt altijd dat hij me mist en al. Nu nog altijd? Ja. Ja, we missen nu en dit en dat. Ik stuur hem altijd succes voor de wedstrijd. Ja, ik heb ook heel veel te danken. Hè. Stel je voor, na Lokeren. Eerst naar Anderlecht, waar dat al een depressief einde was. Dan Lokeren was ik nog depressiever eigenlijk, om het licht uit te drukken. Ja. En als je zo moet stoppen, dan word je daar ook aan herinnerd, heel je leven lang. En dan Durie, plots, telefoontje. En kijk, die 2 jaren hebben eigenlijk mijn carrière een beetje vervolledigd, vond ik. En die laatste 2 jaren hebben me echt wel gelukkig gemaakt, om het licht uit te drukken. Ja. Maar we zeiden het voor de aflevering ook, van we voelden dat ook, als we moesten kijken naar wedstrijden van Zoetewaardigem, we voelden dat je plots heel veel plezier had aan het voetbal. Ik had het gevoel, dat was dat ik dan ook zei, bij Anderlecht, als je aan bal werd, dat er een soort van spanning was, sowieso door de druk en absoluut. Er allemaal speelde. En dat bij Zoetewaardigem helemaal weg was. Ja, je speelde precies echt vrij als een vogel. Je hebt daar gelijk in. Ik heb ook altijd moeten vechten, hè. In Anderlecht, zoals ze zei, elk balcontact werd beoordeeld. Gentenaar die bij Anderlecht succesvol is, dat is iets al... Nu in deze tijd is dat al heel moeilijk. Maar kijk, bij Zoetewaardigem, mensen zagen me graag. Ze kwamen ook de laatste dagen ook al na training, de spionkop, de harde kern, om mij te overtuigen. Maar het klopt wel. Ik voelde me echt wel gelukkig bij Zoetewaardigem. Een trainer die ook altijd achter u stond, die mijn fouten accepteerde. Ik ben ook iemand soms impulsief in reacties. Als hij mij soms coachte, had ik soms wel een keer reactie. Of tactisch, zei ik ook wel een keer, trainer, het is niet beter dat we zo spelen. Dat gaan niet veel trainers graag hebben. Absoluut niet. Nee, maar ik denk als je ervaren rotte in de kleedkamer haalt, weet je dat die... En zijn deur stond altijd open voor mij. En kijk, zie, we hebben... Twee leuke seizoenen gaan zonder hoogvliegers natuurlijk. Hè. Vorig jaar net niet zesde. En nu ook op 1 punt van die play-off 2. Dus, maar het was leuk, het was plezant. We hebben goede tijd gehad. Maar dat zijn toch de seizoenen die Zoetewaardigem moet hebben? Ja, middenmoot, en af en toe is om de zoveel jaar een keer is er wel bij zijn. Ja, maar het had wel leuk geweest dat ik dat af en toe een keer een play-off 1 net niet gemist. En dit seizoen ook een play-off 2 ook net niet op 1 puntje. We kregen dan nog een rammeling op het einde van Gent. 2-7, ook niet leuk voor mijn laatste wedstrijd. Maar ik bekijk het in totaliteit. En ik ben Zoetewaardigem echt wel dankbaar om van mij als voetballer een gelukkige persoon te maken. Achteraf misschien... Nee, dat gaat een rare vraag zijn, maar achteraf misschien spijt dat je niet sneller naar een kleinere club bent gegaan waar je inderdaad meer die vrijheid hebt en misschien meer gewaardeerd wordt voor de speler die je bent. Dat je nog meer van die leukere, wat lossere jaren had gehad. Maar nee, ik heb echt de laatste jaren echt wel goede jaren gehad bij Anderlecht. Ja. Ik mag eigenlijk niet over mijn eigen praten, maar... Daarvoor zeg je wel hier. Dat mag wel hier ja, okay, ja, maar ja, ik ben iemand die rap zegt dat ik goed of slecht ben, maar... Wel dat ik slecht ben, maar niet dat ik goed ben. Maar die laatste jaren waren echt oké. Die laatste wedstrijden, ik herinner me nog die laatste wedstrijd onder Van Azenbroek was ik echt wel nog oké. Die gaan... zouden niet willen wisselen hebben. Maar nee, absoluut niet. Ik denk, als hij zo in elkaar zat, als jij zegt, dan zou hij nog verder doen.
Ja, dat is ook waar. Ja, weet je wel. Ik moet trouwens zeggen, Evert, ik krijg het in mijn oortje binnen. Je mocht je voeten niet over elkaar doen. Ah ja, oké, sorry. Dat is dezelfde fout als vorig seizoen. Voilà. Ik leer sommige dingen veranderen, ja. Evert maakt fouten. Olivier, wat nu? Hoe vult je dagen? Ik had al gelezen, je gaat analist worden op PlaySports. Ja, maar rustig aan. Ik heb ook geen zin om alle weken plots op tv te komen. Ik heb ook gezegd aan Bart om op het gemakje. Bart Raas, gewoon terug op het gemakje. Een beetje, like nu moet ik nu donderdag, of nee, het wordt uitgezonden donderdag, sorry. Nu straks, goed opgelost. Ja, voilà. Moet ik al. Wij zijn het voorprogramma. Moet ik de wedstrijd analyseren van Anderlecht, de Europese wedstrijd. En weet wat, het is leuk. Ik moet daar ook nog veel aan leren. Ja, het is leuk. Hopelijk is dat iets dat mij ligt. Iets dat ik ook kan. Ik heb ook mijn mening over voetbal. En hopelijk wordt dat gerespecteerd en wordt dat aanvaard. En ja, we zien wel. Ja, maar inderdaad, als je zoekt naar een profiel voor we zoeken nieuwe analisten, ja, dan past jij wel in het plaatje, omdat ja, je hebt waanzinnig veel wedstrijden in eerste klasse, waanzinnig veel wedstrijden Europees. Je hebt een duidelijke mening. Dus er gaan ook, volgens mij, weinig kijkers zijn die dan kunnen zeggen, ja, wat hij zegt... Dat zou niet kunnen kloppen, want ja, je hebt die carrière Olivier gehad. De Schacht is de voetballer die voor het meest verdeeldheid in het algemene voetbalpubliek zorgt. Hij gaat altijd mensen hebben die, of hij de waarheid zegt of niet, die daarop gaan ingaan. Voor- en tegenstanders, ja, dat weet ik niemand beter anders, ons, denk ik. Die gaan er sowieso zijn. Maar over voetbalistieke denk ik dat niemand kan zeggen, ja, dat kan niet kloppen, want hij heeft gewoon te veel wedstrijden gespeeld. Snap? Ja. Dus maar dat je voor- en tegenstanders gaat hebben, dat is sowieso. Ja, absoluut, ja. Gaan mensen totaal niet akkoord zijn met mijn mening over voetbal. Hè. En, maar dat, zelfs nog, dat zou nog oké zijn. Er gaan ook mensen zijn die eigenlijk, als iemand anders het had gezegd, wel gingen geloven. En omdat jij het zegt, omdat het Olivier de Schacht is die het zegt en ze daar geen fan van zijn. Ja, dat is het andere ding. Ja. Kijk, like bijvoorbeeld ook mensen als Gert Verheyen, Frankie van der Aalst. Ik luister daar heel graag naar. Ja, ik kom tot rust als die over voetbal praten. Dat is heel raar. En zo iemand wil ik ook wel worden. Maar een fase vol praten, dat moet je me nu nog niet vragen. Als ik een fase zie, is het schiet naar de goal. Mooi goal en het is doelpunt. Dat duurt 2 seconden. Maar je moet natuurlijk 10-20 seconden een fase vol praten. Dat zijn dingen die ik nog moet leren. En we zien wel. En op het gemak. Hè, ook niet, gaat mij echt niet alle weken op tv zien. Ik wil mijn eigen ook niet alle weken op tv zien. Gewoon op het gemak. Een beetje mijn weg zoeken. Ook weg zijn van die weekends. Want ik ben eigenlijk ook wel gestopt om niet meer verslaafd te zijn aan die weekends. Je bent altijd bezig met die voetbal. Hè? En, dus ook een beetje genieten. En voilà. Iets waar je ook heel veel mee bezig houdt, is padel. Yes. We kregen een vraag. Fosmosis. Ik weet niet wat het is of zo. Fosmosis. Dat was een naam op Twitter. Ah. Wat verwacht je van je padelcarrière? Ja, om niet in detail te trainen of mensen die iets van kennen. Ik ben P300 waard. Ik zou graag P500 worden. Maar het probleem is, als je inschrijft in een toernooi, die zetten allemaal direct vol. Dus je moet eigenlijk al om 7 uur 's morgens aan je computer zitten om in te schrijven. Echt, het is zo aan het boomen, die padel-business. Dus, en zo iemand ben ik... geen wildcard omdat je Olivier de Schacht zet? Nee, nog niet. We gaan dan nu zeggen, padelclubs. Ja, als je wilt gaan spelen... Publiek, toch? Ja, toch publiek. Bel mij. Ja, echt waar, over het laatste ook. Het was een toernooitje bij ons in de buurt. En ik zeg, ik ga mij inschrijven. En dan heb ik met iemand contact. Ja, Oli, sorry. Om 7 uur 's morgens zitten die freaks. Een laptop. Om 7 uur 's morgens gaat dat open eigenlijk. De inschrijven. En dat is direct weg. Dus ik zou wel wat willen stijgen in het klassement. Maar ik heb eigenlijk om de elke week 2 wedstrijden. Echt niveauwedstrijden. En daar kan ik mij ook wel mee bezighouden. Maar toernooitje is natuurlijk veel leuker. Ja. Zet je beter dan Yves van Dragen? Ik ga waarschijnlijk ook kijken. Hè. Moet opletten wat ik zeg. Ja, gewoon maar het probleem is, we spelen bijna altijd samen. We zijn echt wel echt een goed duo. We zijn echt een goed duo. Dus we zoeken uitdagers. Dus we zijn echt een goed duo. Ja, okay. Tof duo om tegen te spelen. Ja. Leuk. Ik heb wel het gevoel met die padelhype dat er zoveel toernooien zijn. Al mijn vrienden winnen precies een toernooi. Veel fake je dan, maar als ik mijn Instagram open doe, ik zie die allemaal met een beker. Toernooi gewonnen. Maar die hebben ook weer geen klassement waarschijnlijk. Nee, dat zal echt wel amateur toernooi zijn. Ja, absoluut. Ja, zo van die vrije inschrijvingen.
Ja. Ja. Ja, okay. Hij zit mijn, in de klasse. Jij moet niet zo doen als je een beker zou winnen in zoiets, dan zou je er ja, ik zou wel pakken alsof dat een Champions League van de padel is, maar... Ja. Maar die hebben geen tennisklassement. Mijn P300 is gebaseerd op mijn tennisklassement. Ah, dus dat telt ook. Ja, dus ik krijg dat automatisch. Ik heb 55 punten in tennis en automatisch krijg ik dan P300 punten. Nee. Dus daarom, ze hebben geen tenniskrijs, ze hebben nul punten. Ja. Maar als ze een paar keer gaan winnen, gaan ze ook in P300 terechtkomen, P500, dan gaan ze, of ze moeten een keer tegen mij spelen, dan gaan ze mijn voetjes op de grond zetten. Zeker. Natuurlijk. Maar, liever padel dan tennis? Nee, alle twee. Ik moet nu ook vanavond... Je speelt ook nog alle twee. Ja, vanavond heb ik ook een tennistoernooi op de Raxo. Mijn club, toevallig, is toernooi. Ik zit nu in de tweede ronde. Dus moet iemand tegen iemand spelen van 65 punten, 10 punten meer dan mij. Dus het zou een leuk wedstrijdje worden, ja. Je bent wel een Duracell-konijn, hè? Maar ik wou het niet zeggen. Ik heb dat nodig, want ik had eigenlijk veel plannen in mijn hoofd om na mijn carrière te doen, maar het is er nog niet uitgekomen. Ik ging marathon. Je bent 3 maanden gestopt, Tommy. Ja, maar nee, maar je bent in vorm, hè. Je hebt nog tijd, Hé, maar je bent in vorm, hè. Je wilt dan direct een marathon beginnen lopen, een triathlon. Ik had het allemaal gezegd. Je wilt dan naar de Mont Ventoux gaan, maar ik heb nog geen goesting gehad. Dus ik ben me even aan het bezig met wat tennistoernooitjes. En als ik terug goesting heb, ga ik al die dingen doen. Maar, ben je jaloers op het leven? Jij kiest echt voor te chillen en... Maar het ook een schoon leven, je moet niet klagen. Hè? Nee. Ja, okay. Chillen, die zit 4 uur per dag padel te trainen in zijn hof. Hè? Ja, maar wel. Kies ervoor. Ja, dus, nee, maar heeft Ivan der Hagen dan hetzelfde klassement, omdat jullie dan samen moeten spelen? Ja. Wij zijn al twee P300, maar we geraken niet ingeschreven in toernooien. We kunnen geen toernooien spelen. Tenzij dat ik Yves moet zeggen, maar ik ga dat niet doen. Kan ik je misschien aan Yves vragen om daar om 7 uur morgen... Hij is ook altijd wakker zo vroeg, omdat altijd naar Sechte Brugge rijden. Hij zit toch op de bureau. Ja, dat ik zeg van Yves, kun jij ons inschrijven en... Ja, maar dat is leuk. Hè. Ja, dat is maar leuk. Er gaat sowieso na deze aflevering wildcards uitgedeeld worden. Ik hoop maar we hebben Tom de Sutter al eens te gast gehad. Hè? Zo de keizer van het padel in Vlaanderen. Misschien moeten we een mid-toernooi organiseren waar dat we dan sowieso plaatsen vrijhouden voor onze gasten. Ja, top. Goed, top idee. Ja. Wij krijgen echt slaag van die mannen, dat weet je toch. Wij moeten niet meedoen, hè. Ja, oké. Okay. Gewoon drinken. Ja. Ja, genoeg over het einde van de carrière, zou ik zeggen. Begin van de carrière, wat je heel vaak hoort, is... De Nolly heeft eigenlijk alles te danken aan zijn vader. En dat begon dan al van het klein manneke bij Leo Christie eigenlijk. Boah, daar heb ik echt geen goesting over te praten. Dat is een dikke bullshit, hè. Ja. Ah, het is daarom, dat ik het zeg. Het enige dat ik aan mijn pa te danken heb, dat ik bij Leo Christie mocht spelen, omdat hij daar sponsor was. Als 5-jarige. Ja. En dat is zo blijven meegaan, maar dat is echt dikke bullshit. Dat is eigenlijk jammer dat er iemand nog zo'n vraag stelt. Je krijgt wel de kans om het... Nee, maar ik heb er al zoveel over gepraat. Ik heb er eigenlijk niet zoveel behoefte aan. Dat zijn echt een triestige vragen, eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. Dat kwetst u. Tuurlijk. Nee, maar dat is onrealistisch. Dat is niet, mijn pa geeft die passen niet. Hè. Mijn pa loopt niet. Hè. Nee, mijn tuurlijk. Pa wint geen kampioenschappen. Hè. Ik ben het enige dat ik mocht bij Leo Christie, dat was meedoen, omdat mijn vader sponsor werd. Maar daar maakte ik al direct 70 golen en mocht ik naar Gent gaan. Dus dat is eigenlijk wel een heel trieste vraag, als ik mag zeggen. Ja. 70 golen? Ja, ik was spits vroeger. Ah. Ja. En dat was de volgende vraag. Dat is dan een betere vraag. Ja? Je werd niet altijd linksbak. Nee, ik was spits bij Leo Christie. En, want ik had ook gelezen, verdedigende middenvelder, maar ook linksbuiten. Wacht. Ik had, bij Leo Christie was ik spits, maakte ik 70 golen. Dan ben ik naar A-Gent gegaan, maar ik was linksvoetig. Dan ben ik linksbuiten gegaan, naar A-Gent. Dan bij Lokeren ben ik naar Lokeren gegaan. Dan was ik ook nog altijd linksbuiten. Dan ben ik naar Anderlecht terechtgekomen op een toernooi op standaard wetten. Met Lokeren had ik daar ik speelde een ongelooflijke wedstrijd tegen Anderlecht. Als middenvelder dan? Of? Als linksbuiten. Linksbuiten, ja. En dat was Maurice de Korte toen. Hij is nu overleden. Dat was een scout van de jeugd van Anderlecht. Die zei van, Olly, kom af. We willen dat een keer komen testen. Dat was samen met David de Beulen. David de Beulen was ook outstanding die wedstrijd. We zijn samen naar daar gegaan. Dus David de Beulen heeft ook getest bij Anderlecht? Ja. Ik samen met Davy. En we kwamen daar terecht. Ik had eigenlijk niet zoveel zin. We hadden eigenlijk een vriendenploeg in Lokeren. Allemaal gasten die ook buiten het voetbal afspraken. En ik en Davy zijn dan naar daar gegaan, getest. En raar maar waar, maar alles lukte wat ik deed. Dat was ongelooflijk. Die gasten waren allemaal
dat waren echt superspelers bij Anderlecht. Dat waren allemaal gasten die bij de Rode Duivel speelden, onder 16. Echt een paar Afrikanen, echt stevig. Weten de jeugd van Anderlecht veel ja, ja. Afrikaanse invloed en al. Echt stevige jongens, kop groter. Europese top. Ja. Dus ik kwam daar terecht en ik zeg, wow. Maar alles lukte, ongelooflijk. En Davy was iets minder die dag. En ik mocht eigenlijk al direct gaan. En dat was ook de periode van het jaarwissel. Dat was, vroeger was dat van augustus tot augustus. Ik weet niet van wat jaar zei je ook? 87, november. Ja, jij hebt dat misschien nog net niet meegemaakt. Dat was zo bij de scholieren was dat van augustus tot augustus. En ik was altijd zo wat... Ik was van februari. En ik was altijd zo wat bij de jongste. Maar in één keer was dat een jaarwisseling. Dat was zo van januari tot januari. Dus ik was eigenlijk 3 jaar scholier. Dus in één keer was ik de oudste. En ik mocht eigenlijk nog een jaar scholier zijn. En ben er dan... Ja, ze vroeg Maurice de Korte zeggen, moet afkomen. Ik heb dan getekend. Mijn opa is dan in pensioen gegaan. Mijn opa heeft me alle dagen naar Anderlecht gevoerd. En, daar hoort je toch altijd iemand van de familie die eigenlijk deel van zijn leven daar. Mijn opa niet gehad. Ik weet niet hoe dat ik het ging gedaan. Mijn vader moest alle dagen werken. Mijn ma moest voor mijn broer zorgen. En ben daar terecht gekomen. En dan in één keer was ik was gewoon. Hè. Ik was geen uitblinker. Maar dan op een bepaald moment komt Frankie Verkouter tegen. Die daar de boel eigenlijk overpakte, jeugdcoördinator werd. En ik was een gewone linksbuiten bij Anderlecht, niet speciaal. En hij zei, ja, ik ga je toch een keer linksbak zetten, zei hij. En laten we zeggen, de rest is eigenlijk een beetje geschiedenis. Hè. Die geloofde in mij, ongelooflijk. Hè. Maar wat ik wel raar vind, dat niemand dat vroeger gezien heeft of gedaan heeft, want verdedigen, zeker in 1 tegen 1... is misschien wel de grootste kwaliteit geweest. Absoluut. Ja. Verkouten heeft dat gezien. Dus ik had wel een oké center. Ik had wel... ik was niet die dribbelaar, hè, maar... Ik kon, maar die oké center komt ook van op de bank nog wel van pas. Ja, absoluut. Dus. En ik was ook niet echt explosief. Ik was snel, maar niet explosief. En Verkouten had dat eigenlijk allemaal goed geanalyseerd en heeft mij linksbak gezet. Hij is 2 jaar dan trainer geweest van mij bij de reserve. 2 jaar kampioen gespeeld. Dan is hij assistent trainer geworden van Antenus. Dan van Broos. En heeft hij gezegd van Antenus, dienen daar. Neem hem een keer mee, laat hem een keer wat meetrainen. En dan op een bepaald moment heb ik mijn kans gekregen. En voilà. Verkouten is de ontdekker. Ja, maar dat hoort je wel vaker dat er... Eén, iemand specifiek moet zijn binnen een club die in u gelooft, want anders krijg je die kansen niet. En dan een buitenspeler een linie zakt en daar dan plots een overal meerwaarde een blijkt linie te zijn. Aanvallende middenvelders worden hoger, ze gaan spelen eigenlijk ook. Maar meer dat is ook, like bijvoorbeeld Meunier ook. Ja. Dat is ook een perfect voorbeeld. Hè. Jij is eigenlijk op later carrière is die gezakt later, naar een absolute top eigenlijk op zijn positie momenteel. Hè. Dus het is een trainer die het moet zien en een trainer die... ik vond Verkouten een van de beste trainers die ik gehad heb momenteel. En, Want Lokeren verlaten voor Anderlecht, dat was niet gemakkelijk. Nee, omdat we waren echt vrienden. En ook bij verjaardagen, wij spraken altijd af met elkaar. En we reden ook, we carpoolen allemaal samen. We hadden echt een goede vriendenkring. Maar dan, toch gedacht van, ik wil dat wel eens gaan proberen bij zo'n top. Vanaf dan wordt het profvoetbal, hè? Ja, maar toch? Ik heb eigenlijk nooit gedacht aan profvoetbal. Ik was altijd normaal eigenlijk. Ik was niet slecht, zeker niet. Maar ik was ook nooit een uitblinker. Ik was altijd maar oké, normaal. En bij Loken eindigde ook wel tweede. Bij Gent ook kampioen gespeeld. We eindigen altijd wel vooraan. Ik was wel altijd oké, maar bij Gent waren er betere spelers. Bij Loken waren er betere spelers. Maar ik was ook nooit bij de slechte. Maar dan op een bepaald moment ga je gaan testen en alles lukte gewoon. Echt, dat was overdreven. Het zo van die dagen dat alles lukte, alles wat aanraakte. Ik kan dat niet, maar ik kan me niet meer voorstellen. En dan die Maurice de Kort, die zei van, die is dan naar mijn huis geweest en naar het huis van mijn ouders. Hey, Oli moet komen, Oli dit, Oli dat. En voilà, kijk, zie. Ja. Oké. Okay. Quizvraag. Het was Aimé Antonis, die heeft laten debuteren. Weet je voor wie je inkwam en wat er binnen tegenstander was? Ja, absoluut. Ja, jullie hebben dat filmpje gemaakt voor mij. Dus dat zou wel een beetje belachelijk zijn, moest ik dat niet weten. Weet jij het? Ik hoorde net de naam Bertrand Crasson vallen. Maar dat is naar rechtsachter. Ja, dat is... Hij stond even... ik denk dat er toevallig... dat jaar waren er heel veel gekwetst op links. En dat was eigenlijk mijn doorbraak ook een beetje. En Crasson moest dan depaneren. En dingen was vertrokken. Deden was vertrokken het jaar voordien. Nee. Davy Ooyen had... ik kende nog Davy Ooyen, een topspeler. Zeker. Maar die had heel veel... Die had ook altijd zo'n fanvlag in het stadion. Ja. Davy
Ooyen, fanclub uit Ole. Devin Ooyen, ja, dat was echt een goede speler. Goed. Maar die had de ene blessure na de andere. Dan hebben ze Ilic gehaald. Die moest daar ook spelen. Maar die, en dan Hendricks, die moest ook depaneren. Ook in eigenlijk rechts. Die speelde ook rechts. Links. Dus we hadden echt geen linksbak. En ik mocht dan af en toe wat meetrainen. Ik mocht altijd wel... Maar het was nog een beetje te vroeg ook voor mij. En Crasson depaneerde dan. En ik ben dan ingevallen. En zo ben ik geleidelijk aan wel gekomen, hè. Ja, want het jaar nadien, dat vroeg ik me dan af, Zevlakov, was dat ook niet eerst naar rechts? Dat was ook rechts, maar die speelde bij Moskroen linksbak. En moet wel zijn broers geloofde niet echt in mij in het begin. Dus, Broers nam over van Antonis, hè? Ja. Dus ik mocht de laatste wedstrijd onder Antonis meespelen. Dat was ook allemaal oké. Dat was ook niet voor te zeggen van, hey, dat wordt er de linksbak van Anderlecht. Okay, maar dat was wel een heel groot Anderlecht. Hè? Ja, dat is ook het Anderlecht van... Misschien over het Antonis. Ja, dat was echt wel heel veel... Dat is toen nog mogelijk om heel veel transfers te doen. De beste spelers te gaan naar Hendrik was een van de betere bij Genk. Ik denk Seol ook. Die ging ze ook halen. Die was de beste bij Antwerpen. Zijn toen nog de beste speler. Ilic was ook wel goed bij Club Brugge. Zevlakov was ook een van de beste spelers bij Moskroen. Echt wel de tijd dat Anderlecht de beste spelers van de competitie ging halen. Ja, en dat ze ook nog probeerden Europees aan te tikken, want ze kwamen net uit die glorieperiode met die Champions League campagnes. Ja, dus die deden heel veel transfers, zodat ook nog mogelijk was om de betere spelers te gaan halen. En dan kwam ik zo wat jonge gast, zo niet slecht. Af en toe een keer... degelijk toch? Ja, degelijk. En zo ben ik eigenlijk... Goed, dat lijkt dat zo lang. Erin gerold eigenlijk, een beetje. Ja, maar dat is echt zot. Als je die namen hebt. Allemaal hebben samengespeeld, hè. Dat was Zetterberg en zo nog, hè. Ja, dat was eigenlijk de eerste Tielemans. Jaren. Allebei mee gespeeld. Ja, Tielemans. Een enorme lange periode, ja. Als ik Sevlakov, Ilic, dan denk ik, amai, dat is echt wel, al lang geleden. Dat is echt wel van mijn tijd, eigenlijk. Dat is echt zo, als je foto's van vroeger ziet, dan zie je daar zo nog, maar echt heel jong dan, een witte kop. Ja, een gouden nolly zat daar toen absoluut. Aruna was ook een van de betere spelers dat ik ooit mee gespeeld heb. Ja. Als die iets deed... Ik herinner mij nog een reservewedstrijd dat Aruna moest meespelen om een matchritme op te doen. En hij mocht maar 45 minuten spelen. Omdat hij de dag nadien, dat was nog de vrijdag, de reservematch. Nu is dat allemaal veranderd. Nu is dat de maandagwedstrijd. Ja. En de competitiewedstrijd gaat dan de zaterdag of de zondag door. Maar vroeger was dat de vrijdag en die mocht maar 45 minuten meedoen. Maar we stonden 1-0 achter. En dat was mijn verkouteren. En Aruna zei, laat me alsjeblieft nog 10 minuutjes meedoen, nog 10 minuutjes. Want ik wil niet verliezen. En Verkouter zei, dat was al tegen zijn zin, want die moest dan invallen, ook de dag nadien. En die zei van, oké, het is goed. Nog 10 minuten, hè. En in die 10 minuten had hij 1 of 2 keer gescoord en is die dan ervan genomen. Die was echt outstanding, Aruna. En ik vind het eigenlijk heel raar dat hij geen vervolg gebreid heeft aan zijn carrière. Want... Nee, naar waar is hij vertrokken? Lans? Ja, die was echt goed eigenlijk. Die was eigenlijk nog beter dan Romelu eigenlijk in zijn beginjaren. Als die iets in zijn hoofd had, en dat lukte gewoon. Maar die heeft eigenlijk nooit iets meer van gehoord eigenlijk, jammer genoeg. Nee. Was dat de grootste kwaliteit van Verkuijteren? Zo het managen van de eisen van de spelers, van de... Belangrijke pion. Dat was wel een koppig hart. Dat was ook iemand die heel kort op de bal zat. Hè. Elk balcontact dat er iemand deed, waar hij in geloofde, had hij wel iets te zeggen. Of je moest naar links of naar rechts. Of de manier van lopen was niet juist. Of hoe dacht je achter de bal zetten als je moet centeren. En die kon het altijd perfect voordoen. Hè. Ja, dus de voorzet kon hem wel. Die had heel veel knieblessures gehad verkort. Hij liep al zo'n beetje gebukt en kon bijna al niet meer lopen. Maar als die hem achter de bal zette en die centerde, dat was een beetje à la Beckham zo, in de rug van de verdediging. Kromme. Weet wel, en die kon het altijd perfect voordoen. En ik heb er wel veel van opgestoken. Hè. Dat maakt dan toch indruk, als dan een trainer iets kan voordoen. Ja, zeker als je het kunt voordoen. En, als je jonge gast ook openstelt met een trainer die er heel kort op zit om je heel veel bij te leren... Ik denk nog Zelenka of zoiets, kennen jullie die ook? Zelenka. Ja, die Westerlo daarna is gegaan. Oh, die was ook zo goed, ook bij de reserve. Die pakte die bal en heeft ook een doelpunt gemaakt met Westerlo, denk je, dat hij 7, 8 man dribbelde, herinner je dan ook? Bij de reserve was dat net hetzelfde. En die is daar wel mentaal een beetje doorgegaan. Maar Verkouteren, die was ook heel kort en dit en dat. En, maar tegen mij heeft hij altijd gezegd, Oli, de dag dat ik u niet meer coacht, dat wil zeggen dat het echt wel game over is voor u. En dat heb ik ook altijd in mijn achterhoofd gestoken. Als ze er geen energie in steekt... En als hij niet meer coacht en als hij niet meer kritisch is, dan moet je zorgen maken. Dus hij heeft mij wel altijd blijven coachen, gelukkig. En, 2003, 2004 is dan eigenlijk het eerste seizoen dat je
de linksbak van Anderlecht zijt. Toen had je nog niet echt veel concurrentie. Hè? Die waren allemaal weggegaan. Jawel, want Broos geloofde niet in mij in het begin. En die ging dan Zevlekov halen. Die echt maar, wel goed was met Moskroen. Jij wordt kampioen, ik denk dat jij bijna alle matches speelt. Ja, maar het jaar ervoor komt Broos. Het jaar ervoor is Broos gekomen. Klopt. Dan was het zo wat zoeken, want er zijn heel veel weggegaan. Broos zijn eerste jaar. En op het einde zijn we wel helemaal losgekomen. Mijn jonge ploeg. Het was uw eerste titel ook, hè? Dat is het jaar nadien dan. Ja, het jaar nadien zijn we helemaal los kampioen gespeeld. Ja. Echt, 25 tegendoelpunten in 34 matchen. Ja, dat is echt wel veel, top. Dat was mijn compagnie ook, de doorbraak van compagnie. Dat was met de boek die ook van achter stond, maar die zijn plaats dan moest afgeven aan... En Tihinen? Tihinen, het was eigenlijk Tihinen compagnie. We zijn begonnen met Tihinen de boek, maar de boek heeft dan zijn plaats moeten afstaan aan compagnie. Dat was eigenlijk wel echt een goed. Ja, met Willemsen was daar ook, dacht ik. Ja, ja. Tihinen, Bassadio ook. Zetterberg ook, denk ik. Ja. Mornar, Jastrovic. Ja. Ja, dat was echt een tijd van... Maar ja, dat je die niet meer door elkaar haalt. Ja. Omdat, ik herinner me een foto. We hadden de wedstrijd op Lierse, dat we allemaal ons haar in het paars gespoten. En ik herinner me die matchfoto. En we zo al die namen aan het afgaan. En was Van den Borre toen de rechtsbak? Of dat is het jaar daarna nog? Toen nog niet, denk ik. Nee, ja. Maar Jastrovic, ik weet dat was de megascore-spits. Die maakte er 30. Maar toen kon Anderlecht dan nog. Jastrovic scoorde 30 golen. Ik zag de match nu tegen Sarai. 2-3. Ja, als iemand losstaat en die kan koppen naar de goal. Als Jastrovic dat kreeg, dat was binnen. Hè. Geen discussie over. Dat was iemand die ook bijna nooit assists gaf. Jastrovic, de speler met de minste assists die ik ooit bij Anderlecht tegenkomen. Die is goed van... Ik herinner mij nog een doelpunt tegen Antwerp thuis. Echt uit een onmogelijke hoek. Ik denk de eerste wedstrijd dat ik zeg van... Allee, dat is een kwaliteit. Ja. Dat is een kwaliteit, ja. Ja. In 2006 wordt eigenlijk de eerste echte grote concurrent gehaald. Jelle Van Damme. Ja, en toen had de eerste wedstrijd, ik ga dat nooit vergeten, had hem centraal van achter geposteerd, Jelle Van Damme. En hij pakt dan ook direct rood. Herinner je dat nog? Op zijn truiden was dat. Op zijn truiden. En maar we gaan nog winnen. En dan had Verkouter, dat was mijn Verkouter, hè? Ja. En dan had Verkouter zoiets van, we gaan nu in het middenveld zetten. En direct na die ik had kaart. Gelezen, maar ik lees niet dat ze eerst u centraal hadden gezet en hem dan links. En dat dan het middenveld is gegaan en jij terug naar links. Dat kan ook. Want je hebt ook nog wel redelijk wat matches centraal gespeeld. Ja, dat kan ook. Maar ik ben nu aan het twijfelen of dat nu met mijn Jacobs al was. Of ik denk dat het met Jacobs was. 2006. Dat Verkouteren... Okay. Nou, Jacobs had overgenomen, maar dan had hij eigenlijk een gouden zet uit. Jelle op het middenveld gezet. Tuurlijk. En Jelle was echt outstanding dat jaar. Maar los kampioen, op Brugge kampioen gespeeld. Dat was eigenlijk de linkerflank, ik linksbak. Ik eigenlijk moest gewoon van achter blijven en Bessouffa stond naast mij. Moest ik gewoon Bessouffa zijn goesting laten doen en Jelle, die eigenlijk box-to-box was. En Jelle kwam dan in die rug verdedigen. Ah, dat was echt wel echt top. We waren echt wel echt een goede ploeg. Dat was met Biglia, Suarez, Frutos, Lejar ook. Die was ook outstanding, Lejar. Zeker. Gillet, Vasilevski, Juhas. Dat is het jaar waar jullie in Europa League ook... Ja, een beetje ongelukkig dan die wedstrijd tegen Hamburg, denk ik. Nee, dat we veel doelpunten maakten, maar op het einde kregen we dan nog één tegen. Nee, ik denk dat het Hamburg was. Ja. Op Hamburg. Dan, dat we of dan... gaat Bremen dan gewit misschien? Ja. Nee, Bremen was Champions League. Daar hebben we een rammeling gehad van Bremen. Dat was Hamburg, denk ik. Ja, want echt complementaire ploeg. Ook Gillet was ook heel sterk. Juhas, Vasilevski van achter. Lejar, die ook een topjaar had. En dan gaan we op Brugge spelen. Op kampioen, zesde speeldag. Dat was eigenlijk wel een mooi moment, ja. Maar zo, als ze Jelle Van Damme gaan halen, dan begin ik zo de eerste keer van... Ja, zijn ze nu aan mij aan het twijfelen? Of wat is hier nu de bedoeling? Dat is zo toch de eerste keer dat je denkt van... Ja, maar hoe zit het? Ja, absoluut. Ja, maar die moment speelde ik ook samen met Jelle in de nationale ploeg. Dus het was een dubbeltje. Maar dan hebben ze eigenlijk... Ik heb echt wel mijn best gedaan eigenlijk. Want dan hebben ze eigenlijk Jelle naast mij gezet. Of omgekeerd, zoals dat jij zei. Ik herinner me ook wel dat ik centraal... Want we zeggen nu Jelle concurrent. Maar het is niet dat je heel lang of zo op de bank moet zitten voor hem. Het is redelijk snel. Het is redelijk snel dat hem gezien heeft hoe ik ga ze alle twee zetten. Ja. Dus Jelle was ook wel een beetje polyvalent. Hè. Maar praat je daar dan met hem over? We waren echt wel vrienden. En de momenten dat we samen speelden, zijn er van kom, aan mijn zoon dat we samen spelen, dat we niet met elkaar in concurrentie moeten gaan.
Maar kijk, ja, ik heb eigenlijk altijd gespeeld. En Jelle heeft eigenlijk ook altijd gespeeld. Ja. Dus dat is dan wel een voordeel geweest dat dan een vriend was toevallig die ze gingen halen, ja, op links. Dat je dat toch maar wel... Maar ja, had je daarvoor ook al vrienden? Nee, ja. Bij de nationale ploeg, bij de belofte ook samen gespeeld van de nationale ploeg. Echt, we kwamen echt goed overeen. Ook buiten het voetbal en al. Apropos in de tijd. Ik zat er met Jelle veel in, apropos. Ik weet niet of je dat nog kent. Iedereen als iets over drank of de restaurant, doet niet zo naar mij. En ik ken met Jelle een apropos. Dat waren mooie tijden. En bij de nationale ploeg ook. En dat bestaat nu niet meer, spijtig. Het was het beste dat er ooit was. Ja, de jullie zijn gestopt met voetballen. Die zaak is weg, hè. Ja, dat is wel een feit. Ja. Ik heb een vraag van Hans. Bij welke aankoop dacht je... nu ga ik mijn plaats misschien wel kunnen verliezen. Goh, ik had dat ook gedacht bij Jelle. Ik heb dat gedacht bij Safari. Heb je dat ook gedacht? Want was dat de beste eigenlijk? Goh, de beste. Die heeft er wel lang in gestaan. Ja, maar dat is ook door mijn blessure. Ik ben door mijn enkel gegaan. Ik heb een jaar niet gespeeld. Kraakbeenletsel. Ik heb echt een jaar niet gevoetbald. En toen kwam hij en kraakte gewoon in vorm. En... dat was, ik mocht dan af en toe wel meedoen van Jacobs, maar het lukte gewoon niet. En ik weet niet waarom. En Safari heeft dat toen top gedaan, want dat jaar heeft Anderlecht ook wel. Dat was eigenlijk de titel waar ik minste gespeeld. Ik had maar 12 wedstrijden gespeeld van de 40 dan er zijn, denk ik. Dat heb ik maar 12 wedstrijden gespeeld en de rest heeft Safari eigenlijk allemaal gespeeld. Dus mede door blessure en ook mede omdat Safari ook wel... Hij was echt wel... Safari was nog wel... Ja, Zweeds International ook, hè. Dus. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan kies ik wel voor Jelle. Jelle was complementairder. Jelle had ook een betere center, vond ik. Safari was heel snel. Was man op man razendsterk. Was ook nationaal ploeg gespeeld, ook bij Zweden en al. Maar dan kwam Van den Bron. En Van den Bron koos wel dan eigenlijk wel terug voor mij. En dat jaar speelden we eigenlijk ook kampioen. Dat al die verschillende coaches altijd teruggrepen naar u, dat moet wel een superfijn gevoel gegeven hebben. Op den duur zei dat toch een soort van certitude en hoef je die stress niet meer te hebben, toch? Ja. Maar ik heb dat wel... Stress blijft, denk ik. Ja, ik had wel die prikkel nodig, weet je wel. Want je weet, als je slecht presteert, er zit er iemand... Nou, voor mij... Ja, maar je hebt spelers die dat juist niet, hè, omdat die stress verlammend kan zijn. Ja, er zit er iedereen op de bank die ze direct kunnen brengen. Oké, maar dan ga je niet slagen bij Anderlecht. Hè. Ik spreek nu over vroeger... We konden twee ploegen opzetten. Hè. Als je nu kijkt, is het armoede ten opzichte van toen. Hè. Toen zaten alle bankzitters van Anderlecht, zouden misschien Brugge buiten beschouwing laten, maar bij alle andere ploegen spelen. Hè. Ja. Dat is nu niet. Hè. Ik kom nog van een tijd dat ik bij de reserve speelde. En dat onder andere Emi Antonis. Dat een reserveploeg waar dat Bassaggio meedeed, Schifo meedeed. Al die gasten zaten op de bank en die moesten allemaal meedoen. Bassaggio, Schifo, Yachuk. Zelfs Mornar die op de bank zat. Maar ik kom echt van een tijd dat de tweede ploeg, de bankzitters, echt wel moesten ritme opdoen bij de tweede ploeg. En dan kom je in een ploeg van... Stojka zat ook dan op de bank soms bij Antonis. Die moest dan ook meedoen. En dan leer je gewoon. Weet je wel, als Schifo naast jou speelt en die moet bij de reserve meedoen... Daar leer je gewoon van. Weet je wat? Dat is nu is dat wat minder. Nu is dat ook een beetje veranderd eigenlijk. Ik denk nu dat moet je de reserves, de A-ploeg redden. Bij Anderlecht. Ik bedoel nu, ik heb het ook over het systeem. Ik denk dat het systeem ook veranderd is bij de reserve. We mogen met maximum 2 niet meer meedoen. Maar ik heb echt een tijd van dat alle reserve bij ons kwamen. En dan soms maar 3 jonge gasten mochten meedoen bij de reserve. Omdat er gewoon geen plaats was. Maar dat is nu veranderd. Nu gaat het hoofddoel is om de jonge gasten bij de reserve te laten spelen. En daarom zijn er ook veel vriendschappelijke wedstrijden. Worden die ook toegevoegd de maandag en de dinsdag. Maar daar leer je gewoon van. En ik heb er echt wel van gesnoept om mijn Schifo, mijn Bassaggio die op de bank zat. Of mijn Stojka. Mijn Yachuk ook. Die zat ook altijd op de bank bij Anderlecht, Yachuk. Maar die was die niet geblesseerd. Die was zo sterk. Die was echt super sterk. En dat was echt wel een genot voor een jonge gast om die bij de reserve te laten meespelen. Ja. Dus je spreekt over een tijd dat Anderlecht een verdedigende middenvelder nodig hadden. En dat Van der Hagen supergoed was en Hazi supergoed was. En dat ze wie kiezen. Dat ze alle twee pakken. Alle twee, hè? Ja. Dat was echt een tijd van all-star team. Van schuren, hè, Michel. Je bent echt zo aan het mijmeren naar de goede, mooie tijden. Hè? Je ziet dat ook aan je hoofd. Van, we gaan dat niet vaak meemaken. Hè? Dat iemand van die tijd... Dat was gewoon Michel Verschuren. Die vroeg aan Antonis en welke wilde. Hazi of Van der Hagen. En allebei inpakken. Ja, Dennis was zo, die kan dit beter. En we gaan laten ze wel twee pakken. Weet je wel, van die tijd komen nog. En nu is dat onbestaande. Oké. Mooi.
Ja, je ziet het ook aan het palmarès van Olivier. Je hebt als Anderlecht van wel fantastische tijden meegemaakt. En je gaat dat echt, misschien pas beseffen op een moment dat het net wat minder gaat. Hè, van, om de 2 jaar kampioen zeker? Ja. Om de 2 jaar, ja. Ik heb 8 keer 16 seizoenen. Dat is een gemiddelde. Ja, ook bijvoorbeeld bij mijn Mornar, Jastervis, De Beelden, Aruna. Allemaal vooraan bij ons, weet je wat? Dat was zo echt een periode van pakken we Mornar. Ja, pakken we Mornar of pakken we Jastrovic of pakken we De Beelden of pakken we dan Aruna en pakken ze allemaal. Maar dat moet dan ook wel een explosieve kleedkamer zijn, want te veel spelers die in die basis willen en die waarde Mornar, hebben. Ga je toch een boek schrijven van verhalen van de kleedkamer van anderen? Ja. Het zijn echt wel Mornar ook. Dat is geen speler die op de bank wil zetten. Nee, dan hebben ze die gewoon rechtsbuiten gezet. En, ja, en die stonden rechtsbuiten. Die had zo'n slangenbeweging. Dat was toch wel goed van die rechtsbuiten. Maar dat was toch zo wel een groot... Dat die had legende legendarische duels met die Hinnen. Moet dan, als je Verkouten ooit een keer tegenkomt, of Broos in een tijd, dat waren op training, dat was de ene elleboog naar de andere. Maar dat was ongelooflijk. Die Hinnen was zo'n brave gast. En die incasseerde alles en die zei nooit iets. En ja, wat moeten zij tegen Mornar? Ja, dat zou ik ook niet durven zeggen. Ze. Ja. Maar dan moet er dan toch op training echt wel hard tegen hard geweest zijn, omdat dat niveau zo hoog ligt. Ja, dan heb je 2 volledige ploegen. Hè. Dat was echt Mornar Jastervic tegen... Die moest dan, het was 1 van de 2 dan. En die moest dan tegen elkaar matchjes spelen. En dat was echt wel... echt ellebogen, dit, dat. En, maar alles werd geaccepteerd, ik weet niet, dat is raar. Ja. Nu is dat eigenlijk wat minder. Als er nu op training geschopt wordt... Is dat direct ruzie, blij, direct training stilleggen. En, maar vroeger werd alles zo geaccepteerd. En ja... En je zei het al in 2010, eerste echt zware blessure. Ja. Ik kan me voorstellen, als je, zoals je vertelt, dat je verliezen haat en dat soort dingen, dan Olivier de Schacht, die geblesseerd is, heel gefrustreerd is ook. Ja, ik ben echt wel een slecht voorbeeld voor iemand die op de bank zit. Echt waar. Ik hoopte eigenlijk altijd dat Anderlecht won met 4-3. En dat mijn concurrent 3 keer in de fout ging. Echt waar, zo slecht was ik. Echt waar, ik hoopte van, kijk, ik hoop dan ze vandaag met 3-2 winnen, of met 4-3 winnen, met 5-4 winnen, en dan mijn concurrent 4 keer in de fout. Want ik was echt een slechte verliezer. Ik vond het ook een verlies van op de bank te zitten. Terwijl dat eigenlijk... Ja, weet wel, als je wat ouder wordt, kun je dat allemaal een beetje meer relativeren. En ik had ook altijd een woordje uitleg nodig. Ik haatte als ik op de bank zat en ik moest dat op de fui, moest ik dat zien van, ik zit op de bank. Ik haatte dat gewoon. Ik wou altijd dat een trainer een dag voordien bij mij kwam van, Oli, vandaag zit op de bank. Maar terwijl dat ook altijd niet hoefde. Ik was echt wel een heel slechte bankzitter eigenlijk. Ja. Maar heel veel spelers vertellen dat, hè, dat ze toch wel graag, als er dan eens iets minder gaat, dat er communicatie is met de coach. En ik begrijp dat wel, maar ik hoor dat wel vaak in het voetbal dat dat niet gebeurt. Dat er trainers zijn die zeggen, nee, ik ga dat net niet doen, want dan moet ik dat met iedereen beginnen doen en dan ga ik mezelf in de problemen brengen. Ja, dat is een beetje kiezen. Hè. Er zijn trainers die met iedereen babbelen en er zijn trainers die met niemand babbelen. Rob Schoof zei het hier over Hein van Azenbroek. Hij werd uit het wedstrijdblad gehouden voor een Europese match, kreeg geen uitleg en die was daar echt van aangedaan. Ja. Van waarom? Ja, Hein deed dat met mij ook eigenlijk. En zo is het ook een beetje ontploft eigenlijk. Dat ik ook altijd op de fui moest lezen dat ik op de bank zat. En ik was ook al 36 jaar. En de wedstrijd ervoor had ik eigenlijk ook wel goed gespeeld eigenlijk. En ik moest dan altijd... Ja, ik vond dat heel frustrerend. En hij zag dat ook aan mij. Ik had al zelf geen goesting meer voor te trainen en om in te zetten. En als ik dan bijvoorbeeld... Hij speelde ook graag 11 tegen 11. De bankzitters tegen de eerste ploeg. En ik was dan zo gemotiveerd dat ik iedereen meenam in mijn zog om de 11 A-kernspelers of de A-basisspeler. Ja. En we wonnen altijd. En zacht en werd zo gefrustreerd dat hij gewoon gezegd heeft van, Oli, ik heb dan ook 2 maanden in een B-kern gezeten eigenlijk. Dus hij vond dat zo frustrerend. En ik ben eigenlijk wel een heel slechte bankzitter, echt waar. Ik heb er eigenlijk ook wel soms wat spijt van. Want door mijn negatief gedoe trok er wel bepaalde spelers ook mee. En dan negatief gedoe. En dat is echt wel een werkpuntje van mij. Echt waar, dan zat ik met zo'n bakkes op die bank. Ik heb er wel spijt van eigenlijk. En ik hoop, als ik ooit ergens trainer word, of als ik dan... Ik hoop dat ik echt wel... mijn slechte ervaring, dat zou je nu als advies naar jezelf geven als je terug kon gaan. Ja, als ik ooit trainer word, positief in te stellen. En ook, zeker als ik trainer ben, communicatie met bankzitters. Want bankzitters zijn echt wel belangrijk. Die kunnen echt wel wedstrijden beslissen. Maar ik heb dat wel over niemand zo hard gehoord als over u. Oli,
Krijgen van een gast, maar zit hem niet op de bank. Ja, daar, drama. Ik weet dat ook niet. Dat is gelijk maar dat, voor mij het ergste van de wereld, terwijl dat absoluut niets is. En ik op de bank zitten. Dat is drie keer niets. Ik kom ook nog van een tijd van... Want bij dat de premies 100% was, van de premie. Ja, hij weet dat perfect. Dat ging ik juist zeggen. Ik kreeg 100% van de dag. Ze hebben dat wel echt moeten veranderen, omdat er te veel klacht... Hey, laat mij invallen, laat me spelen, want ik kreeg een helft of zo van de premie. Ja. En dat is bij Anderlecht, die mannen verdienen wel goed premies. Ja, dus dat is schooltevreden. Dat weet dat ik altijd wat Anderlecht won, maar liefst met 5-4 en 4 tegendoelpunten aan de linkerkant. Ik was echt slecht. Maar wat ik had er echt wel spijt van. Wat is de grens tussen het positieve van een slechte verliezer zijn, want eigenlijk is dat voor een topsporter goed, tot je wordt een ambetant, Erik, voor de ploeg. Wat is daar tussen? Ja, ik denk wel, Oli, dat er veel van wat we zeiden... Je verdeelt het hart dat een deel van die haters zeggen, ja, wat een zeurkous. Ja, absoluut. Maar als hij hem tegenzit, dan gaat hem ik ben niet trots op mij. Als ik soms naar de wedstrijden kijk, waar ik op de bank zat en ik zie mij zitten, ik ben echt beschaamd als ik mijn eigen zit. Dat is mijn bakkes, dat is zo in elkaar gezegd, zo zonder interesse, zo mijn ding, zo een bal is daar, ik ben er zelf naar daar aan het kijken soms. Dat is echt, ik ben beschaamd. Ik zet die wedstrijden af en ik ben echt beschaamd. En als ik goed trainer word... Maar ik zeg het, een klein beetje communicatie met bepaalde bankzitters kan dat wel veranderen. Ja. Weet je wel, een trainer kan je echt wat belangrijk maken als je op de bank zit. En dat straalde ook over. Als ik daar zo zit, die spelers naast mij zien dat. Ook, ze zijn ook jong hasjes die naast mij zien en die zien dat. Maar ik ben echt soms wel beschaamd in mijn eigen geweest. Ja, is het ook wel ergens logisch dat coaches op den duur zeggen van, gaat er beter uit, want die jonge gast kijkt naar u. En soms moet ik wel bepaalde trainers gelijk geven, maar op het moment zelf ik geef dat toe. Hè. Ik heb daar spijt van, ik ben daar beschaamd om. Maar nogmaals, een beetje communicatie kan er wel voor zorgen dat mijn attitude anders is. Maar ja, sommige trainers willen dat niet doen en dat moet je ook respecteren. Ja, Hein is succesvol. Als Hein zegt van, ik wil niet communiceren met je omdat je op de bank zit, is dat zijn probleem. En, ja, okay. Was Hein de trainer waar het minst goed mee overeenkwam? God, een beetje haat-liefde relatie geweest. Altijd als hij speelde. Als ik speelde, was dat Oli dat. Maar hij heeft mij wel in de B-kern gezet en dan heeft hij mij teruggepakt. En dan hebben we eigenlijk wel echt topwedstrijd gespeeld. Ik herinner me dat hij mij terugpakte, mij direct in de ploeg zette tegen Charleroi. We wonnen. Dan gaan we naar Brugge. En we wonen ook op Brugge. Dat was in de play-offs helemaal op het einde. We stonden eigenlijk een punt van Club Brugge. En dan tegen Standaar ook. Thuis tegen Standaar moeten we altijd winnen van Standaar. Ik denk dat we 3 of 4 open kansen misten. En dan counterde en in die wedstrijd nog. Dat we dat Standaar op onze corner, waar we eigenlijk al heel de wedstrijd aan het drukken zijn, op onze tegencorner, Najjar gaat dan in de fout. Mm-hmm. Ze scoren en we verliezen. En Brugge gaat winnen op Charleroi. En toen was beslist. Maar echt wel nog een goede tijd gehad. En ook bijvoorbeeld voor een beetje vast de week ervoor, voor mijn einde van mijn contract, ga ik naar hem op zijn bureau. Ik zeg, trainer, hoe zit het hier? Volgende week is het misschien mijn laatste wedstrijd tegen Racing Genk. Wilde dat ik erbij ben volgend jaar? Ja of nee? En hij zei, ja, ik wil er absoluut bij. Moet zeker volgend jaar, moet zeker blijven. Ik zeg, ja, oké. Is goed dat ik het weet. Dan weet ik, de laatste wedstrijd tegen Genk is dat niet mijn afscheid. Dan moet ik ook niet al mijn vrienden inviteren. Moet ik er ook geen feest van maken. En dan speelde hij de laatste wedstrijd. En nooit... In gedachte dat mijn lesstijl veranderd geweest was. En dan in één keer wachten, ik ga op vakantie, wachten. En zonder contact? Zonder contact, ik mijn man weer bellen, want ik ben ook niemand die gaat schooien van... Hey, ik heb het gevraagd, ik moet niet blijven vragen, hè. Het was allemaal oké. En dan in één keer kreeg ik een telefoon en... Een telefoon van, hey Oli, we gaan voor vernieuwing en verjonging, dit en dat, en we gaan je contract niet verlengen. Voilà, dat was mijn wereld stortte in. Ik heb alles wel afgezien van dat telefoontje. Ik heb ergens gehoord of gelezen, dat weet ik niet meer, dat je dat wel ook omschreef als de moeilijkste periode in je leven. Toekomst. Ja, absoluut. Dat was echt wel een verschrikkelijke periode. Dus in één keer van 20 jaar naar niets meer. Ik had niets meer, hè, weet je wel. En had je dan paniek? Ik ga niks meer vinden, ook niet. Of ik ben misschien zelfs even, het komt zo zwaar binnen, niet gemotiveerd om mij eraan te zetten om iets nieuws te gaan zoeken meteen. Ik was gemotiveerd om erin te vliegen. Ik wou echt absoluut nog een ploeg vinden. Om het ongelijk van Anderlecht dan nog te bewijzen? Of... Want ik had ergens ook gelezen, als Anderlecht mij een mooi afscheid had gegeven, dan was ik daar gestopt. Ja. Dan had ik niet meer nog verder gaan. Dus ergens is het dan toch wraak naar Anderlecht. Of wraak is... Nee, ik we willen bewijzen wraak. Van, je waart mis. Een eigen zoiets, mooie nee? einde kiezen. Wraak kun je niet nemen. Hè. Nee, ja. Ja, ik wel. Doelpunt... Wraak kun je nemen, had ik bij Club Brugge getekend. Ja, okay.
En dat had wel briljant geweest. En gespeeld kampioen is op het veld van Anderlecht. Dat is wraak nemen. Nee, maar ik gewoon, heb dan... bij Lokeren tegen Anderlecht was symboliek heel veel, maar ook een beetje... wraak klinkt te negatief. Ja, ik bedoel wraak, het niet zo negatief. Wraak is moeilijk. Ja. Wraak is als je een titel afneemt van Anderlecht. En wraak is, ja, oké, dat doelpunt, was dat wraak? Nee. Dat is ook een... Er zat wel heel veel in uw emotie toe. Ja, het moest gebeuren. Kan eerlijk zijn. Ik krijg nooit berichten van Oli, vandaag gaat de scoren. Of Oli, vandaag gaat de dit, Oli dat. Maar voor die wedstrijd kreeg ik plots berichten van mensen van hey Oli, ik heb het gevoel dat je gaat scoren. Oli dit, Oli dat. Ik zeg, het zijn oké. Okay, ik antwoord dan een smileytje. Tegenwoordig kunnen ze wat smileys terugsturen. Ja, zonder iets te antwoorden, gewoon een smileytje. Een paar zachtje. Ja, een paar zachtje. En... het is gelijk dat het moest. Ik moest scoren die wedstrijd. En het gaf me wel een voldoening ook van een soort afscheid te krijgen van die supporters eigenlijk. Is dat wraak? Ik weet het niet. Jullie kunnen dat misschien beter omschrijven, maar dat gaf me wel een voldoening van kijk, zie. En ook dat jaar was het ook dramatisch. Anderlecht was dramatisch dat jaar. Hè? Ja, zeker. Ik zeg niet dat ze mij konden gebruiken dat jaar, maar... echt slecht, zeer echt ja, slecht. Ja, en dan kopen ze ook drie man op mijn plaats. En ze hebben alle drie eigenlijk nooit vastgestaan. De ene keer een match. Laten we zeggen dat ze mij absoluut nog hadden kunnen gebruiken. Ja. Allee, Sam, dat is... Ik vind dat... Wat heb ik gezegd of zo? Nee, maar omdat je daaraan twijfelde van of zoiets hard zou binnenkomen. Allee, als je nu... Hij is een kind van het huis. Je zit daar 15 jaar in die ploeg. 17. Je gaat naar een trainer. Volgend jaar, ja, we gaan u blijven gebruiken. Die laatste match komt, dat passeert allemaal. En dan plots in de zomer moet je via een telefoon vernemen dat het dan toch stopt. Ja, dan begrijp ik nee, dat je volledig van mee gasten... Wat, ik denk dat ja, dat ook... Wees dan eerlijk, maar ik had ook mijn programma ervoor gedaan. Hè? Ik had alles voorbereid. Hè? Ik was gewoon aan het wachten van... Hey, lichtjes staan met mijn man. Ik zei, en, ze gaan mij terugbalen als ik kom naar Noord. Ik zei, ja, maar... Hey, binnen 3 dagen moet ik wel beginnen. Hè? Ik had alles gevolgd. En dan bel ik aan weer. Ja, niets. En één keer, ja... Durfden ze misschien niet goed Ik denk dat ze gewoon niet durfden. Ik denk, want dat is wel on-Anderlecht, hè. Want de identiteitscrisis waar ze toen ook in zaten. Alleen normaal, Anderlecht... Ze misschien ook gezegd hebben, Oli, we willen vernieuwingen zo, maar dan vroeger en u de laatste match geven. Absoluut, zoals dat ging groot hoort, feest geweest zijn, voilà. Echt waar. Ik ging iedereen uitgenodigd die mij gesteund heeft, ik heb erachter een barbecue gegeven en misschien nog iets extra. Het was ook in de zomer, ja, de laatste wedstrijd altijd in de zomer, goed weer, ik ging er iets tofs van gemaakt. En ik ging misschien wel aan mijn 36 jaar gestopt zijn met voetballen. Maar eigenlijk, ja, de keerzijde is dat ik eigenlijk wel ongelooflijke schone jaren gehad heb. Nog tussen mijn 36 en 40, dat is ook iets het is eigenlijk een dubbeltje eigenlijk. Ja. Is dat iets dat je dan Van Azenbroek kwalijk neemt of net de directie? Want Van Azenbroek is misschien gewoon overruled geweest in zijn... Ja, ik neem dat eigenlijk... Koeken? Drie mensen kwalijk, ja. Drie mensen. Ik moet wel zeggen, dat één Mark Koek heeft wel zijn excuses aangeboden dan. Laten we zeggen dat Hein, De Vroe en Mark Koeken... niet echt correct geweest zijn. Er is maar één die zijn excuses aangeboden heeft en dat is Mark Koeken. Dus ze moeten gewoon correct zijn. Ik ben ook geen Messi, ik ben ook geen Ronaldo. Ik ben gewoon een speler die daar 20 jaar gevoetbald heeft, die altijd zijn best gedaan heeft en die gewoon een klein beetje meer respect had verwacht. Gewoon iets leuks of iets maar tofs. Je minimaliseert het nu ook. Je bent inderdaad geen Messi en Cristiano, zeker nee. Niet, maar je bent op dat moment wel... recordhouder, ja, het eigenaar ja, van een record, ik... dat waarschijnlijk zelfs, Oli, we gaan niet overliegen, waarschijnlijk zelfs nooit meer gaat gebroken worden. Ja. Hè? In deze het lijkt me onwaarschijnlijk dat er iemand zo goed is bij Anderlecht dat hij zoveel matches speelt en dat hij niet wordt weggekocht. Nee, maar absoluut, dan, nee, ja. Was het dan net omdat het daar een wissel van de wacht was en twee mensen bij waren die club niet goed kenden? Ik denk niet dat Van de Stok... Maar dat was dat niet gebeurd. Nee, ik vond de beslissing niet per se fout, maar alles er rond was wel fout. Ja, voilà, dat nee, was maar wel dat heb ik ook al fout. Veel gehoord. Van oké, Oli, het is misschien genoeg geweest, dat is wel... Ik aanvaard dat je dat zegt, maar doe het dan een week ervoor. Maak er iets leuks nee, van. Dat snap ik ook. Zorg dat de tribune van mij is. Ik ga daar 100 man inviteren. En daarna zorg dat de VIP ook van mij is. We gaan naar een feestje, een DJ, beetje eten. Je loon van die maand terug aan de club gegeven. Ja. Dan moeten ze mij wel voor niets geven. Hè. Weet je, dat ik wel een DJ betaal. Maar, dat had zo leuk geweest. En ook, like, als ik dan denk aan Zetterberg zijn einde, weet je wel. Wow, met die een tak. Ja. Zo. Misschien hadden de supporters ook iets leuks gedaan voor mij. Je weet dat niet. Dat zijn allemaal dingen die je tuurlijk weet hadden achteraf. Iets gedaan, ja. Ja, dat zou ik ook denken. Maar
het viel me wel op bij uw goal van Lokeren, dat heel het iedereen van Anderlecht was aan het klappen. En daar gaan er, we hebben het al benoemd, we gaan hier nooit op doen, je hebt wel haters binnen het publiek. Absoluut. Ik denk wel dat toen iedereen... Respect, hè? Ja, respect voor de carrière. Ja, ja. Maar ik moet nu wel zeggen, ik wil nu niet te veel stoeven over mij. Ik heb zeker haters, maar als ik dan zo een keer... Ik lees niet veel reacties. Tegenwoordig ben ik dat wat minder beginnen lezen. Maar als ik mijn afscheid aankondigde bij Zultuarium, heb ik eigenlijk 99% positieve reacties gehad. En dat heeft mij wel een bevredigd gevoel. Dan heb ik zoiets van, wel, het is allemaal oké geweest en ik heb het goed gedaan. Weet wel? Die andere supporters hebben gewoon ook gezien wat er na u kwam. Tuurlijk. En die dachten, shit, zo slecht was het niet. Nee, voilà. Ja. Ik kan het ook bij een andere ploeg. En die supporters van Zultuarium ook, van Lokeren eigenlijk ook, die hebben eigenlijk echt wel graag gezien. Want de laatste trainingen, de kop of de spionkop van Zultuarium, die hebben zelfs spandoeken voor mij gemaakt dat ik moest blijven. Dus ik heb die echt die mensen echt wel moeten ontgoochelen. En, ik heb je als voetballer, ik vond je ook echt leuk bij Zultuarium. Ja. Ik kon daarvan genieten. Ja, je herinnert u de Zidannekes op het middenveld. Ja, ik heb u daar eens een steekpas gegeven, nog een goal. Ja, een assist naar Dompé. Ja. Ja, dat is leuk dat ik dat kan over vertellen, omdat ik ben eigenlijk gewoon een mentaliteitsvoetballer, een karaktervoetballer. Hè. En als je dan af en toe een keer de linksbuiten in u kwam zo wat terug. Hè, of een keer een bruggetje. Vorig jaar doe ik dan een bruggetje tegen handen legt. En dat wordt dan ook 10 keer op Sporza getoond. En, weet wat, dat is allemaal wel een keer leuk. En dan een doelpunt tegen Neupen, waar ik ook weer... Het is gewoon... Anderzijds had ik misschien gestopt met mijn 36, maar dan had ik die 3 jaren... ze waren wel plezant, godverdomme. Ze waren echt wel plezant. Ja. En als geluk bij een ongeluk? Ja, ik vond het ook wel. Ja, ja. En als ze nu zouden zeggen, we geven u na de carrière nog een afscheid in een stadion. Oké, je bent geen actieve voetballer, maar een aftrap en iets. Een aftrap, serieus. Zouden dan zeggen van, ja, jongens, het moment is voorbij. Ja. Het is... Iedereen gaat ook weten dat ze een fout hebben gemaakt en het willen... Het kan een geste zijn. Ja, okay. Maar ze hebben wel... dat was ook zoiets, mag dat eigenlijk niet zeggen. Dat is een beetje denigreerd. Maar ik heb dan ook een kader gehad als ik mijn Loker daar op bezoek kwam. Maar een kadergast? Die kader stak hem in mijn koffer. En ik kaalde hem terug uit als ik thuis kom. En hij hangde al helemaal uit elkaar. Dan heb ik zoiets van... Olly, je moet daar niet mee gooien. Hè? Ik gooi er niet mee. Dat was gewoon, met alle respect, maar dat was een te weinig. Ja, nee, niet te weinig. Dat klinkt heel arrogant wat ik nu zeg, maar... Ja, nee. Ik vind, ik was niet de grootste Olivier de Schacht van als Anderlecht van, maar wel... Je hebt het record van meeste matches. Ja, hij maakt daar een fantastische kader in. Laat hem brengen met een transport of zoiets. Maar een kaderken. Ik heb wel een mooie brief gehad ook van Anderlecht. Ook een bedanking voor als ik stop met voetballen. Misschien wil ik te veel, weet wel. Misschien, ik weet het niet. Misschien kijk ik ook te veel naar... Ik heb ook veel beelden opgezocht van spelers die uitgezwaaid worden door supporters. Misschien spiel ik mij daar te veel aan en... het is voorbij, het is gepasseerd, ik heb het kunnen plaatsen. Maar dan zoekt je dat wel op? Van... Ja, afscheid, want dat is dat zo precies zoiets verongelijkt. Ja, ik heb je ook een bericht gestuurd voor mijn afscheidsfilmpje. Ik heb ervoor ook al wat dingen in opzoeken, wat leuk, wat tof, wat origineel. En dan hebben we samen gezeten en echt mijn film. Ik heb heel veel reacties gehad op mijn film, heel veel positieve reacties gehad. Voilà. Dus je zal de eerste versie moeten zien. De eerste versie. Ik denk een grap. Oké. Dus, ja, maar jongen, je kent toch van die onwaarschijnlijke afscheidsfilmpjes. Ik herinner me, als Barça van Xavi in Camp Nou, dat ze zelfs met een helikopter shot namen, dat heel de tribune en dan zijn naam Xavi met een tifo was. Ja, dat zijn van die... Daar droomt je toch van als voetballer. Ja. Dat zijn van die waanzinnige momenten. Absoluut. En ik ging er misschien ook wel van Zultuarium gekregen hebben. Hè? Want ik moet wel eerlijk zijn, het is ook het was geen publiek de laatste wedstrijden. Ja, had ik ook dat aangekondigd. Had ik afscheid ging nemen een week ervoor, dat ik de aankondiging van Zultuarium ook wel een heel, heel, heel mooi afscheid gekregen hebben. Maar kijk, het is nu zo. En het is nu zo. Wat betekent het record voor u? Ja, dat is, ben ik ongelooflijk trots op. Ongelooflijk. Het record beetje wedstrijden bedoel je? Ja. Ja, want het andere record heb je niet gehaald, of wel? Oudste speler in de Super Pro League. Dat was Team Simons. Dan moest ik nog een jaar voetballen. Simons, maar een jaar, maar dan had je het na 3 of 4 maanden wel gehad, nee? Dan moest ik een jaar voetballen en nog een seizoen en dan nog 3 maanden. Timmy is zot, hè. Sorry. Hij zat hier en hij zei wel, ik denk dat hem het gaat halen, maar toen... Ja, Timmy is wel ook een
een natuurtalent, dat is een beest. We hebben in het begin van... Ik zou die nooit omschrijven als beest, maar... Die was een beest, is een conditioneel beest. Een fysiek beest, dat is... We hebben in het begin van vorig seizoen hebben teambuilding gehad. En we moesten zo een dead run doen, zo bergop. En dan nog 10-15 kilometer lopen. Een team zei tegen mij, ja, ik heb niet veel gedaan, ik loop niet veel niet meer. En wij allemaal al 2-3 weken voorbereiding achter de rug. Ja, Timmy was gewoon bij de eerste. En hij zat te wachten, want dat was een groepje, zat te wachten achter de spelers. Super Johnny. Ja, zo een berg op, iedereen afzien en wandelen. Op het einde waren de spelers aan het wandelen. En Timmy stond daar gewoon boven te wachten achter zijn drie die medemaats. Dat is ook een beetje talent, je moet dat ook een beetje mee hebben. Uiteraard. Dat is een beest en ik zou nooit kunnen wat Timmy kan, nee. Oké. Wat is voor u Anderlecht DNA? Ik heb dat eens op een Play Sports stukje gezien. Dat jij zei, iedere week willen winnen. Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Maar snap je dat een oldschool Anderlecht fan dat wel ziet als, ja, dat is ook Brugge. Of dat is ook andere ploegen. Dus jij zegt het, en met goed voetbal. Verzorgd, goed voetbal, ja. Goed technisch voetbal, willen winnen. En jeugd, dat is toch ook iets wat ja, vaak maar vroeger was het... Nee, vroeger was dat niet. Vroeger maar je hebt dat wel nog meegemaakt, dat... Maar ik kom ook van een tijd van dan er altijd wel 2, maximum 3 jeugdspelers doorbraken, maar die waren ook absolute top. Ja. Weet wel? Die waren niet tegen te houden. Nee. Company, je zegt het, de boek was heel goed, moet er wel uit, want Company kunnen niet tegenhouden. Was toch de ploeg van de grote transfers voor mij in mijn jeugd. Elke zomer de beste van de concurrentie voor een serieuze prijs. Dat was Anderlecht. We kochten de beste, want we wilden het beste voetbal. Wel een Champions League, succesvol Champions League jaar. Dat is geen ene jeugdspeler die daarbij speelde. Nee, dat is waar. En daarna is Company gekomen. Dan is Van den Borgen gekomen. Dan is, Leander een beetje met Tielemans gekomen. Ja, Lukaku. Lukaku ervoor gekomen. Maar echt, en nu ja. Nu zijn er wel natuurlijk meer, maar ze hebben ook meer geduld natuurlijk. Nu is het van moeten. Had hè? Misschien vroeger wat meer geduld had met mijn bepaalde jeugdspelers, hadden die misschien ook wel een mooie carrière gehad. Maar nu mogen ze dan een keer... Nu mogen ze dan een keer... Voilà. Had hij nu bij Anderlecht gespeeld, die ging misschien 3-4 slechte wedstrijden gespeeld hebben. Maar na 2-3 maanden had hij wel 3 smert geweest zoals hij nu was. Dus like ook Verscharen, ook had hij 10 jaar geleden bij ons terechtgekomen. Die had er niet ingekomen. Die had het moeilijk gehad hebben. Maar nu, die krijgt zoveel kansen, die krijgt zoveel geduld dat hij nu wel outstanding is. Ik vind Anderlecht DNA moet toch wel goed voetbal zijn. Als je nu die namen opnoemt, zijn mensen die goed voetbal. Maar dat zijn dingen waar dat de verdeeldheid ook zorgt bij de Anderlecht van. Er zijn heel veel die dat zeggen. En Ollie's. Natuurlijk, ja, willen winnen. Natuurlijk met mooi voetbal en dit en dat. Maar voor mij het belangrijkste is altijd willen winnen. Als ik dan tegen een jong bepaalde spelers... Zie sloffen, wandelen, uitgeschakeld worden en zelf niet die gebetenheid om hem terug te halen. Dan heb ik ook een reactie gegeven in de krant en daar heb ik het echt wel moeilijk mee. Iedereen kan een slechte pas. Ik heb er 1000 gegeven bij Anderlecht. Of iedereen kan een slechte voorzitter geven. Nogmaals, ik heb er misschien 2000 gegeven. Maar als ik uitgeschakeld werd, dan 2 seconden later stond ik er terug. En was toch wel fout of had ik die bal terug. Maar tegen Nino heb ik bepaalde dingen gezien die echt onaanvaardbaar waren. Ja. Ja. En dat mist het Anderlecht misschien nu wel. Zo iemand die in de ploeg die ook... Die gebetenheid, niet beter kan, maar die wel... Ja. Ik ken het handen wapperen van Olivier de Schacht. Ja, van wat is er aan het gebeuren? Hoe zit het? Ja, vuur brengen en passie. En natuurlijk moet je goed kunnen voetballen bij Anderlecht. Dat is sowieso... Maar we willen winnen. Elk duel willen winnen. En dan win je altijd met 4-5-0 als je Anderlecht zijnde. Ja, soms is het ook wel... Die spelers geven misschien wel echt alles wat ze in hun hebben, maar is het ook gewoon kwaliteit. Tuurlijk. Op bepaalde momenten. Ja, we moeten afscheid nemen van de PlaySports TV-kijkers. We zullen nog verder gaan op YouTube. Dus als je de aflevering nog verder wilt kijken, op de YouTube-pagina van PlaySports kan je bekijken. Als je het wilt luisteren, moet je naar de podcastkanalen van Friends of Sports. We hebben nog een shirt van Anderlecht van dit seizoen om weg te geven. Ik heb nog een cadeautje voor Evert. Oh, mooi. Voilà, dus het gaat de moeite zijn. Volgende week trouwens, Dante van Zijr. Tot volgende week. Goed. Wat is dit ook? Ja, dus we kregen een shirt van Joma België, van Zirkzee. En er was iets misgelopen met de drukker. Oei. Dus het is Zirkzee, maar we hebben het aangepast. Dus dit is een exclusief, uniek stuk van het Zirkzee-shirt van Mit-Mit. Dus ik stel voor dat wij dat gewoon signeren en dat Mit-Mit Zirkzee-shirt weggeven. Heb jij dat gedaan? Ja? Ja, nee, dat heeft Joma niet gedaan. Hè. Maar toch even bedankt. Bedanken, Joma. Bedankt, want ze gaan ons nog een nieuw shirt doen. Dus later in het seizoen gaan we nog eens een echt Zirkzee-shirt kunnen weggeven. Maar ja, goed opgelost toch?
Moeilijke naam. Mooi shirt. Maar ze van goed, ik vind het ook. Thuisshirt vind ik ook mooi. Ja. Dit? Prachtig. En dat is nu niet omdat mijn vriendin de Antwerpen heeft, maar... Is die ook al designster? Ja, mee in het team die daar heeft moeten kiezen en moeten maken. Een gouden randje. Prachtig, hè. Ja, dat is Anderlecht, hè. Dat is zo classy, hè. Zo van, toch nog, we zijn toch nog wel te stiekem de beste, eigenlijk. En die sterke stiekem, stiekem, er is niemand met drie sterren, toch? Ja, oké, okay, maar Brugge is op dit moment wel beter, hè. Maar dat gouden randje is toch even van, jongens... We hebben heel veel vragen binnenkregen trouwens ook over Messi, wat we daar nu van vinden. Ik denk dat ze vooral uw mening wouden, Evert, als Barcelona-fan en Messi-fan. Je zou het niet zeggen als je hem ziet zitten. Het is wel toeval dat we hier iemand hebben, een clubspeler. Evenveel seizoenen, hè? Ja. 17, jij verandert, hij 17 voor Barcelona. Ja. Serieus, ja. En ook in dezelfde... Dat heb je niet opgezocht. Nee, dat heb ik niet opgezocht. Exact, maar het is nu ook wel jammer dat hij... Ah, sorry dat ik je onderbreek. Nee, doe maar. Het is ook wel jammer maar. Dat hij ook geen laatste wedstrijd heeft. Voilà. Oh, ja. Wat zou dat geweest zijn? Ik zag die persconferentie en ik dacht echt... Had dat nu ik ben totaal geen Messi en Barcelona fan, maar zo mag dat niet eindigen. Nee. Dat is echt super en een aftrap, nu gaat hij waarschijnlijk terugkomen en gaat een aftrap krijgen, maar dat is niet hetzelfde. Nee. Zo een keer op dat veld, een keer eraf gaan. En dat is iets, mijn pijn, dat ik zo op dat veld staan, reactie van de supporters, vervangen worden. Ja. Ik heb vandaag gegoogeld, Messi de schacht. In één zoekdingen. Ik denk dat ik de enige ben die dat ooit zo samen gaat gezocht. En wat krijg je dan? Dan krijg ik allemaal dingen van langste spelers bij één club. Zo van die lijstjes. Ja. Nee, maar ik vond het zeer bevreemdend. Ik kreeg dat bericht binnen via zo'n pushbericht. En dan superveel mensen direct WhatsApp, allemaal voetbalfans, allemaal Messi-fans van... What the fuck? Van waar komt dit ineens? Een week ervoor kwam er nog juist een persbericht dat het allemaal in kannen en kruiken was, dat alles beslist was, nieuw contractje, dit en dat, was allemaal geregeld. En ineens stopt het tijdperk van de beste voetballer aller tijden die ik heb gezien spelen. Ja, ik ben er nog altijd niet goed van. Ik was echt aangedaan, emotioneel aangedaan. Ik heb die gast, die 17 seizoen, hoeveel matchen heb ik die niet zien spelen? Ik heb daar bijna alles van gezien. Ik ben een grote Barça-fan. Allee, ik ben een paar keer live gaan kijken. Ik heb hem één keer ontmoet op een persconferentie. Allee, dat is... Ja, is dat van dat filmpje? Ja. Ja, dan heb ik... Goeie, deze week gaan we dat filmpje nog eens droppen. Maar ik heb zijn... Evert als journalistiek student. Ik heb zijn schouder aangeraakt. Met mijn linkerhand. Toch wel... Nee, maar... Dat mag niet. Hoe dat Barça deze situatie helemaal verkloot heeft, dat is natuurlijk jaren. En dat is niet Barça, dat zijn directieleden die fouten hebben gemaakt. Dat wanbeleid, waardoor dat allemaal kan gebeuren, dat uw icoon zo door de achterdeur moet vertrekken met zo'n bijna pijnlijke persconferentie, en dat die voorzitters en die bestuursleden daar nog staan te klappen, van kijk eens, wat een afscheid. Ja, dat is zo cringe. Dat is zo fout. Die club heeft zoveel fouten gemaakt dat dit moet gebeuren. Ja, de laatste 5 jaar dat ze Lionel Messi hadden, de beste voetballer ooit, hebben ze al hem omringd met matige spelers. Alles eigenlijk, hebben ze verkeerd en gedaan. Geld weggegeven. Zijn afscheid verpest. De ploeg rond hem een beetje verpest. Heel dat instituut staat op zand gebouwd nu. Dat is toch onwaarschijnlijk. Als dat uw legacy is geweest van de beste speler ooit, en nu, wat blijft er nu over? Ze kunnen zelfs Memphis Depay niet inschrijven. Ze hebben wel een trofee gewonnen, hè? Ja, hun eigen trofee, de Gamfer-trofee. Dat was de Brugse met. Terwijl, dat was dan toevallig nog dezelfde dag dat je Messi moet laten gaan. En dan nog eens naar PSG waarschijnlijk. Dat doet zoveel pijn bij al die Barça-fans. Maar gisteren was dan die persconferentie, die tranen. Ik was ook echt... Mijn vriendin zei, maar wat is er met u? Ik zeg, ja, jij gaat dat misschien niet begrijpen, maar dat is Messi. Verloofd en dat. En dan op het einde van de avond, ze zei, ik ga naar bed, kom jij ook? En ik zeg, ja, ik kom over 5 minuten. Maar ja, dan heb ik toch nog YouTube open gedaan, highlights van Messi. En dan lig je 6 uur later in je bed. Dan heb ik daar echt nog meer dan 2 uur gewoon highlights liggen kijken. Ze was wel heel kwaad op mij deze morgen, maar ik pak dat erbij. Ja, mooi. Ja. Genoeg over Messi? Ja, maar het is wel een gelijkenis, hè. Messi langs de achterdeur en Olivier de Schacht via een telefoontje. Het is toch raar dat clubs daar zo licht mee omgaan. Maar ja. Er is een verschil natuurlijk, maar ik denk dat Barça wel echt de laatste maanden alles op alles gedaan heeft. Maar het wanbeleid is van de jaren ervoor, hè. Ja, en ze dachten het nog recht te trekken door La Liga onder druk te zetten, want daar gaat het dan over. Ze wilden eigenlijk La Liga onder druk zetten, dat ze toch nog meer schulden mochten maken. Ergens is het dan ook wel fair dat La Liga zegt, ja, nee, dit is de grens, hè. We gaan dat niet meer veranderen. Het is niet omdat je Barcelona bent dat je alles mocht. Dat is eigenlijk wat Anderlecht onder Mark Koeken ook heeft voorgehad, van ja, we zijn zoveel geld aan het uitgeven, op een gegeven moment stopt het en het moet je ergens opnieuw beginnen. Het is percentueel gezien niet vergelijkbaar, hè. Nee, is het nog erger bij Barça? Ja. Ja, dat is niet normaal. Ja, maar het is ook ergens wel fair voor het voetbalsysteem dat ploegen aan hun grens komen en zeggen, jongens, dit stopt. Ja, dat is waar.
Terug naar Olly. Dat mag. Olly, als Anderlecht je nu zou bellen voor een functie op te nemen in de club? Nu niet, nee. Ik ben echt wel echt bewust ook gestopt om echt wel niets te doen momenteel. Dus, maar als ik u dat dan hoor zeggen, want je sprak dan eerder in de aflevering al, moest ik ooit trainer worden, dan lijkt me dat toch niet. Nee, ik ga nooit T1 worden. Maar moest ik ergens inrollen, T2, T3 of ik weet niet wat, dan weet je wel, een woordje van de T2 of T3 is ook altijd wel nuttig. Ik denk dat vorig jaar Davy Defoe en Timmy Simons dat fantastisch gedaan hebben. Weet je wel, wat Durie soms een beetje in tekort schiet. Niet in tekort schiet, misschien bewust hè, doet hij dat. Af en toe een keer niet praten met bepaalde spelers. Om afstand bewaren. Ja, dan deed Davy en Timmy outstanding eigenlijk. Die gingen met iedereen alle dagen praten. En daarom vond ik ons redelijk succesvol. Want we waren niet de beste ploeg, zeker niet. Hè. We hebben echt wel, in het begin van het seizoen stonden we echt wel tot in oktober voorlaatste. Dus ze zijn complementair. En Een T1 die een beetje een afstand wil houden en een T2 die daar met iedereen een keer rondgaat om te praten. En dat is wel een goede combinatie. Ja. Zijn je al bezig met die diploma's? Ik heb mijn diploma A. Dus ik kan als T2 of T3 ergens aan de slag, maar nu niet. Want ik ben eigenlijk echt wel bewust gestopt om een keer een weekend te hebben, om een keer op vakantie te kunnen gaan. Want ik moet wel zeggen, Yves van der Aar, ik hoor hem bijna dagelijks. Ja, die gast moet alle dagen om 6:30 opstaan. Hij moet dan om 7:00 de vergadering, welke training, welke speler is er fit. Wat gaan we vandaag doen op training? Pre-warming up, dit, dat. Daarna nog een keer blijven, analyseren, dan nog een keer wedstrijd bekijken. Hoe zit het met de reserven? Die gast zit er alle dagen, dat is voor zot te worden. Dan moet je echt een freak zijn. Hè? Ja. Want ik heb dat met Evert ook, als ik die op zaterdagmiddag bel, dan heeft hij al 3 matchen gezien of zo. Maar echt matchen dat ik denk, man, daar zit een tv maar die voor moet aan. Dat ook doen. Hè? Die moet tegen, hij moest nu tegen Brugge dit weekend, dan moest hij moet Brugge nog een keer bekijken tegen die. Brugge dan een keer tegen Union en Brugge tegen Eupen moet ik nog een keer bekijken. En ik heb gezien daar, ik heb dit gezien. Maar een wedstrijd duurt 2 uur. Een fase stilleggen, een bepaalde fase stilleggen, dat is de trap aan 3-4 uur. Hè? Ja, natuurlijk. Dus, ik ben al een dag bezig met match. Dus dat is echt fulltime job en respect voor trainers, echt waar. Het missen van het gras hoort je dan wel vaak. Kijk, als trainer ben ik toch nog betrokken bij het spelletje. Ik sta nog elke dag op het gras, daarom gaan ex-spelers dat doen. Absoluut, like Thomas Buffel ook, die is nu T2 van... En die voetbalt af en toe een keer mee en dat is fantastisch. Hè? Als ik een rondootje is of zoiets, of een man tekort... Dat zou mij perfect liggen. Maar natuurlijk, dat om 6:30 opstaan en dat tot 4:00 nog een keer een match zien en nog een keer een match zien. En jong gasten die misschien dan iets gaan hebben van wie zeg ik, ik ken u niet, uw carrière ken ik niet. Ja, dat kan ook. Natuurlijk zijn natuurlijk veel buitenlandse invloeden natuurlijk tegenwoordig in het voetbal, mensen mij niet kennen. Absoluut. Maar het is gewoon, ik ben er nog niet klaar voor. Misschien volgend jaar. Ja. De Voer heeft het wel direct gedaan. Ja. Die zei van, ik moet... Allez, die wou het echt. Dat is een die was al 4 jaar geen fulltime voetballer meer. En daar heeft 4 jaar in zijn hoofd speelt dat. En op een gegeven moment, als het nog eens voorvalt, zeg je... Ik wil het niet meer, maar ik wil niet stoppen met voetballen. Die kon niet anders. Hè. Ja, maar ik zit er ook wel langer in. Hè. Steven, alle respect, Steven. Nee. 33, 32, 33, help mij. 33 geworden. Dat scheelt wel wat seizoenen, ja. Ja, ik heb echt en gespeelde wel... matchen heel veel. Ik kom ook van een tijd dat echt wel woensdag, zaterdag. Nu is het woensdag, zaterdag, weekje tussen. Woensdag, zaterdag, weekje tussen. Vroeger was het echt wel om de 3 dagen wedstrijd. Hè. Dus ik heb echt wel heel veel kilometers op mijn teller staan. Hè. Ja. Als ik u heb horen vertellen over hoe dat jij erin staat, die niet kunnen verliezen, niet kunnen op de bank zitten. Ik weet niet, als ze zeggen, Olivier de Schachtordel op T2 en ik ben speler... Ik weet niet of dat ik... Ja, dat gaat je gaat wel zijn. Op je type moeten lopen, zo, want je gaat er wel kort op zitten, denk ik. Ja, ik ga wel... Je gaat die dingen van jezelf willen doorgeven, van jongens, kom aan. Ja, ik weet het. Ik ga vooral mijn fouten die ik verkeerd gedaan heb, zorgen dan mijn spelers dat niet zouden maken. Dus toch wel zachter zijn. Ik ga niet zachter zijn als trainer, maar als ik iemand zie zitten op zijn Olivier de Schacht, op de bank bijvoorbeeld, of de attitude van hoe ik soms gedaan heb als ik op de bank zit bijvoorbeeld, dan ga ik daar wel op ingaan. Dus de slechte dingen die ik gedaan heb, wil ik eigenlijk niet terugzien, want ik ben daar echt wel niet fier op soms. Ja. Ah nee, maar dan vind ik net een positieve evolutie. Dan kun je misschien wel als trainer net floreren. Ja, omdat ik heb je dat weet... nog nooit wel zeggen. Ja. Of... Ja, maar ik zou wel mijn spelers altijd behandelen zoals ik zelf graag behandel
wordt. Dat is een quote van, eigenlijk van Maradona op Netflix. En nooit in die serie gezien op Netflix. Ja. Dat heeft hij gezegd. Dat is me altijd bijgebleven. Je moet je spelers behandelen like dat je zelf wil behandeld worden. En dat is dat ik altijd wat ga meenemen. Ja. Wel geen succesvolle coach eigenlijk. Maar... Wie? Maradona. Nee, maar ja, hij had 2 keer de finale verloren in die serie. Hij had wel 2 keer de finale behaald, 2 keer net verloren. Dus ja, een trainer waar dat door het vuur gaat. Als ik zie na de wedstrijd, voor de wedstrijd, een knuffel, een kus. Je gaat wel door het vuur zo voor zijn trainer. Hè? Mm-hmm. Dat blijft toch het belangrijkste bij een spelersgroep, met een coach. Ja, dat je hem knuffelt. En dat er, je hebt trainers die afstand nemen van de speler, maar je hebt ook trainers die heb je het ook gezien, die zeiden dat knuffelen, wenen na de wedstrijd, en elkaar kussen en al. Voor zo'n trainer gaat dat natuurlijk ook door het vuur. Ja, maar tegenwoordig is het allemaal data en video. Jij lijkt met een speler die dan denkt van, ja jongens, niet te veel van dat. Absoluut, absoluut, ja. Nog een ding waar we verdeeldheid door was bij de Anderlecht-fans, was, je hebt een interview gegeven en dat was na een heel slechte match en jij wees met de vinger naar de jeugd. En dat was zoiets heilig van... Ja, wat was dat? Ja, je had gezegd iets van, je speelt nu wel bij Anderlecht, eigenlijk maakt je leeftijd niet uit. Als je in de eerste ploeg bent, moet je meer doen. Maar dat was toen dat echt wel een mix, drie jeugdspelers. Ik kijk niet naar leeftijd, dat maakt mij niet uit. Als je ook iedereen zegt 40, train wat minder, dit en dat. Nee, je speelt met gasten van 25 jaar. Ik vind ook jonger, als je bij Anderlecht wil slagen, of je nu 19 bent, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar dat is ook niet, als jij dan T2 zou kunnen zijn bij Anderlecht, dat je dan zo een jonge speler die wel in een ploeg speelt met... oudere, meer ervaren spelers en heel de ploeg is slecht. Want het is zeker niet dat toen alleen zij waren. Ga je die dan ook niet meer beschermen? Ja, het kan zijn dat dat meningsverschil is. Dat jij zegt, die moeten niet beschermd worden. Die moeten net voelen wat het is. Dat kan ook, maar... Ja, ik ga die wel beschermen, maar die moeten wel presteren. En die moeten niet zeggen van, ik heb vandaag niet gepresteerd, want ik ben maar 19 jaar. Of geef me een beetje tijd, of ik heb nog geen ervaring. Nee, je speelt bij Anderlecht. Maar dat zeiden ze zelf wel niet, hè? Maar ik snap wel wat je bedoelt, maar het is niet dat... Dat ze dat zelf zeiden, hè? Want wij zijn nog jong. Dat was eerder de pers. Die... Ik heb wel ook altijd geleerd, misschien na dat interview heb ik ook wel, ik herinner me dat, heb ik ook wel zoiets van, ik ga geen kritiek meer geven op spelers als je zelf niet goed speelt. Dat heb ik wel geleerd. Dat heb ik ook de laatste jaren ook wel al minder gedaan. Ook zo van, allee, Oli, maak een keer van die kloten. Of Oli, zeg een keer iets in de kleedkamer. En dan heb ik altijd geantwoord, nee, ik heb zelf slecht gespeeld. En dan is het beter dat ik mijn mond houd. Dat heb ik ook wel geleerd, ja. Ik vind dat wel mooi, dan toch... De dingen die ik dacht van... Ja. Maar dat komt niet over. Allee, je speelt... Je verliest met bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen Gent, je verliest met 7-2. En dat gaat in de kleedkamer een beetje... Nee, maar je hebt het wel gedaan, denk ik dan. Nee, ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan, omdat ik zelf slecht was. Ah ja, nee, maar ik bedoel niet toen, maar ik bedoel ooit in je carrière heb je dat dan wel gedaan. Ik vind dat dat niet goed overkomt. Nee. Ik heb ook altijd niet graag geluisterd naar mensen die eigenlijk ook wel heel slecht gespeeld hadden. Van, als de vandaag trokt op niets, dan denk ik van, manneke, maar hij was eigenlijk wel de slechtste. Maar ik heb van, dat is toch een film, was dat DOS, denk ik, van Club Brugge, die superpist wordt en die ook zegt, ik ook super slecht, maar dit kan echt moeilijk, niet, ook van mij niet. Natuurlijk, als je met die eerste zin begint, komt dat wel wat beter, komt dat wel wat beter over. En, Er lopen mini de schachts rond. Dus ja, het is een hoort op de achtergrond. Hier in het bureau. Nee, maar het is, als voetballer is het ook moeilijk, want fans verwachten na de match een eerlijk kritisch interview, zeker als het slecht was. Dus ze willen direct dat je zegt van, wij beseffen dat het slecht was, we gaan harder werken. En ze willen ook dat je eerlijk bent. Maar vaak krijg je dan zo'n interview... als team en we moeten naar onszelf kijken en nooit zeggen van, dit was echt heel slecht of die was... Dat is moeilijk, hè. Je kunt naar de buitenwereld toe je ploeg, maar het is nooit afvallen. Hè. Nee. Dat moet wel soms keer gezegd worden. Like Wilder was daar een koning in. Die was eigenlijk succesvol omdat hij echt wel individuele spelers aanpakte in de kleedkamer. En, kun je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld... Want ik had het gevoel dat Weiler... Sven Kums bijvoorbeeld, die moest hij echt niet hebben en die maakte hij helemaal af in de kleedkamer. Ik kan zoveel spelers opnoemen en echt van... dat echt op niets trok en die ging elke speler af in de kleedkamer. En je had toch al zoiets van voor de wedstrijd van, vandaag moet ik hier wel goed spelen, want morgen in de kleedkamer, die gaan mij afmaken. En die ging echt elke speler af. Elke wedstrijd, na elke wedstrijd ging elke speler van dit, dat. Amai. En Sven, jij wordt te dramatisch en jij dit en jij dat. Je lacht mij daardoor. Dat is daar helemaal gekraakt. Dat is wel heel persoonlijk. Ja, dat was echt wel. Het zijn nog spelers. Hè. En dan zat er daar ook zo van. En hij was heel communicatief. Hij kon heel, heel mooi praten en heel, hij had heel veel gezag. En dan zat er zo klein in de kleedkamer, fuck, ik moet je wel volgende week wel wat beter spelen, want dit wil ik niet meer meemaken. En dat was ook wel zijn sterkte. Hij had heel veel gezag, Wilder. Maar het voetbal was wel niet goed, hè? Nee, maar
tactisch was hij wel iets... Daar hoorde je wel altijd, dat hij tactisch wel echt... Hij was niet zwak, was, maar hij had een manier van denken. Ik zeg niet dat hij tactisch zwak was, maar hij had een manier van spelen. Het was geen dominant voetbal. Het was afwachtend voetbal. En hij wou daar niet van afgaan. Maar door zijn strenge hand ging iedereen wel 100% voluit. En iedereen had schrik van hem. En iedereen wou presteren. En daarom zijn we ook wel kampioen gespeeld dat jaar. Was dat de speciaalste titel? Of... Dat was wel een speciale titel, ja. Weiler, ja. Dat was eigenlijk niet met geen dominant voetbal, maar een beetje met countervoetbal, met kracht. Maar misschien had hij achteraf gezien gelijk, want toen dat hij wegging... En die Hazing neemt dan over? Hazing neemt over van Weiler, hè? Nee. Nee, wie dan? Wie nam het erover? Allee, help mij. Ah, Van Asbroek heeft overgenomen. Eerst Frutos. Ah ja, juist. Frutos... Ja. Ja, toen was de Maleise begonnen. En dan Van Asbroek... En dan, ja. Weiler was toch wat we daarnet hebben gehad, van wat is het Anderlecht-DNA? En Weiler werd nooit helemaal aanvaard, hè, door dat publiek, omdat ze vonden dat het eigenlijk, in de omschakeling was. Hij wou de bal was. Niet. Hij ja, de bal omschakelingsvoetbal. Niet. Ja, er was, geef de bal maar aan Hulder en laat ze maar een fout maken. En dan zijn we, bam, zijn we allemaal weg. Goeie tactiek, hè. Op zich. Internationaal maar, zijn er veel die zo succes hebben. Maar absoluut. Dat is het Anderlecht-DNA waar we het over hadden. Ja. Daar een heel groot deel van de fans een beetje dominant wil toch voetbal, niet zo kampioen worden. Een beetje balbezit, ja. Maar zo dat verbaal dominant in de kleedkamer, dat had ik er wel niet in gezien. Dus nee, dat ik ook is niet. Wel, ik vond die eerder timide. Dat was keihard. Die ook een speler helemaal afgemaakt. Ik kan niet meer op zijn naam komen. Oh, die is gewoon na een week vertrokken. Die had een contract getekend. Die speelde in Italië. Ja, spijt dat ik niet meer op zijn naam kan komen. Dus die is nu naar Italië naar Fiorentina gegaan. En die kwam toe, had dramatisch gespeeld. Bij ze twee keer in de fout te gaan en zei, oh, hij zet dit, jij zet dat. En voor heel de kleper, die heeft gewoon zijn tas gepakt en die is goed weggegaan. Hij spijt dat ik zijn naam niet meer kan terug. Misschien zet dat opzoeker op. Ja, hij is naar Fiorentina gegaan daarna. Een goede verdediger, hè? Maar hij ging twee keer in de fout. En Weiler had hem voor heel de kleedkamer uitgescholden. Die is dan even ook verbaal... in discussie teruggegaan en die heeft een week later hebben ze zijn contract moeten verbreken, want die jongen wil absoluut niet meer blijven. Dat is dan toch, dat klinkt als... Sebastian de Mayo. Dat is het. Kom op. Goh, dat zijn zo van die mannen, ja. Ik heb dat opgezocht, hè. Ja, die geeft me credits, maar... Prachtig. Maar dat is zo wat oude stempel, klinkt dat wel. Ja, maar hij was succesvol. Dat jaar was hij echt... Maar hij was oude stempel. Ja, oude stempel, ja. Ja, en dan, ja. Heb jij nog contact met Herman van Olsbeek? Nee, jammer genoeg niet, nee. Jammer genoeg? Omdat ik heel veel te danken heb en hij heeft me altijd gesteund. Nee. Maar hadden jullie in de spelersgroep, als je dan weet wat dat er met Bayat en zo... Allez, hij heeft er misschien niks mee te maken. Ik wil hem ook niet veroordelen zonder dat dat bewezen is. Nee. Maar had je wel niet als spelersgroep in de kleedkamer, als er weer iemand van Bayat binnenkwam, is dat iets dat leefde of waren jullie daar totaal niet mee bezig? Hij heeft heel veel goede spelers binnengebracht, hè, maar er waren ook... Natuurlijk de laatste jaren was het gewoon bijna alleen nog maar Bayat-spelers die binnenkwamen. Ja, de laatste jaren had ik niet zijn, maar we waren wel af en toe wel een keer een speler bij dat we dachten van oké, dat is iemand dat op voorhand weet, die gaat op de bank zitten, maar ik weet het fijne er ook allemaal niet van. Ik heb een heel goed contact met Herman altijd gehad, maar het is een beetje jammer dat nu een beetje verwaterd is ook. En ik kom hem eigenlijk bijna niet meer tegen. Wel jammer eigenlijk, ja. Ja. Dat is moeilijk voor mij om daar iets over te zeggen. Nee, je moet daar niks over zeggen. Ik wou het gewoon hebben van de kleedkamer. Ik zou daar wordt wel over bedenkingen hebben van, hier is weer een van Bayat. Dat lijkt mij ook. Daar wordt onderling ook over gesproken. Van, wie is uw manager? Wat verdient je? Daar wordt gewoon over gesproken. Dat is ook logisch. Dat weet ik niet. Nee, daar wordt niet veel over gesproken. Nee? Dat denk ik niet. Daar niet. Wij praten bijna nooit over elkaars lonen. Nee? Zeker niet bij Anderlecht. Bij Zulter is dat wel wat beter. Omdat bij Zulter echt wel... Dat is allemaal oké, aanvaardbaar. Bij Anderlecht waren er wel echt grote kloven. En daarom je had er 3-4 die echt belachelijk niets, veel en dan hebben jongens die echt wel, toch wel, echt geheim, wel Engelse contracten hadden en er werd er echt niet graag over gepraat. Echt waar. Ja, je hebt wel altijd een fair contact gehad, hè? Fair, naar mijn kwaliteit. Ik ben ook een verdediger. Een middenvelder, een aanvaller meer verdienen dan mij, dat is logisch. Ik ben altijd oké betaald geweest, ja, zeker weten. Ja, er is... Nooit echt buitenlandse club geweest? Espanyol? Ja, een paar ploegen die van onder stonden. Maar ik heb ook nooit echt weggegeven om weg te gaan. Er zijn veel transfers gebeurd door spelers die op de bank zitten of spelers die weg willen.
En die dan links-rechts kunnen gaan. Maar ik heb eigenlijk altijd aangegeven dat ik heel gelukkig was bij Anderlecht. En ik speelde graag ook Champions League. En ik speelde ook graag kampioen. En hoe verder je gaat naar iedere pakte van dit record en Europese wedstrijden, moet je er nog 5 doen. Je hebt record, je moet er nog 100 wedstrijden doen voor dit. Dat gaat ook niet meer weg. Galaxy was ook een keer aangeklopt, helemaal op tijd. 4:35 was. Ja, plezant. Maar dan heb ik zoiets van, kijk, zie je, als ik nu nog 1 seizoen, 2 seizoen kan blijven, heb ik dat record. En waarom zou ik dat allemaal... LA Galaxy. Uitbollen in LA Galaxy. Ja, ik zeg niet, er was contact. Hè. Okay. Er was contact, maar ja, die hebben geïnformeerd. Als jij dan aangeeft, ik wil het, gaat het wel in de stroomversnelling. Want dan heb je zoiets van, oké, moeilijk om weg te gaan. En we moeten nog 50 matchen spelen. En kijk, zie je. Maar we moeten daar ook wel eens heel blij voor zijn, voor franchise players. Gewoon gasten die bij een club blijven en daar ook bewust voor kiezen. Ik zie dat nu ook met Hans van Aken ook wat de discussie al geweest, weggaan of niet weggaan. Laat ons blij zijn dat zo'n mannen bij een club blijven. Dat is ook goed voor de competitie, dat is goed voor de fans, dat is herkenbaar. Dat is ook gewoon... Ja, dat is herkenbaar, maar ja, 17 jaar is wel extreem lang. Hè? Ja, maar dat is 5, toch 6 jaar is ook al redelijk. Dat is toch een veel schoner carrière dan dat je 7 clubs zit met elk 2 jaar. Ja, toch? Absoluut. Dat vind ik kiek. Echt waar. Dat vind ik echt. Beslissingen van Van Aken om een beetje mijn route te volgen en een Champions League te spelen, kampioen te spelen. Ja. Je wordt daar geapprecieerd. Ze kennen je. Je kent je rol. Je kunt iets opbouwen bij die ploeg. Allee, ik vind dat wordt minder en minder. Hè? Maar ik ben wel blij dat het nog bestaat, af en toe. Ja. Rode Duivels. Ja. 20 caps. Toen ik dat zag toen net, dat is eigenlijk niet veel. Nee, voor iemand die zo lang de linksbak van Anderlecht is geweest. Absoluut. Allee, zoveel seizoenen. Nee, dat was een... Want wie was uw concurrent dan? Iedereen eigenlijk. Ja, ook Jelle dan niet, van Damme, ik, toch? Nee, wat? Jelle van Damme, eerst toch ook weer, ja? Lombaars, Vertongen. Ah ja, die Vertongen en zo zijn wel heel snel erin gekomen. Ja, ze zijn heel snel. Ja. Een 17, 18, ik weet niet, 19 jaar, die waren er heel snel al. Wart je dan ook zo boos als dat je bij Anderlecht waart om op de bank te zitten? Of is dat een ander? Ik vond duivels? Wel dat ik af en toe wel een keer mijn plaatje had op de bank. En dan ging ik wel blij geweest zijn. Maar dan komt er ook één trainer die echt niet van mij moest hebben. Dan ben ik 4 of 5 jaar geen Rode Duivel geweest, terwijl ik 2 of 3 keer kampioen speelde met Anderlecht. Van de Rijken. Ja, dus daar kon ik wel absoluut op de bank gezeten hebben als dubloeren voor Vertongen. En waarom was het dan? Ik weet het niet. Want ja, ik zou ook denken in die periode dat Olivier de Schacht wel bij de selectie moet zitten. Ja, absoluut. Voilà. Ja, zeker als je de Champions League speelt, je speelt dan 2 of 3 keer kampioen. En dan gaat hij weg en ben ik eigenlijk altijd wel altijd een keer opgeroepen geweest. Verkouten is dan even overgepakt, opgeroepen geweest. Wilmots ook af en toe een keer opgeroepen geweest. Jos Leekens ook. Die advocaat zat daar ook nog ergens ook bij. Ook opgeroepen geweest. Dus door iedereen eigenlijk altijd wel opgeroepen geweest. Martínez niet, dat was echt wel... Toen was ik echt wel 36 jaar. Ja. Dan moet het al een cadeau zijn geweest. Ja, absoluut. Dus ik ben door iedereen opgeroepen geweest, juist door die één niet. En het is wat het is. En het is jammer, ik had misschien zo wat een carrière à la Sima. Had mij misschien wel wat internationaal, zo veel op de bank bij zijn. Links, rechts, ik wat links, af en toe een keer invallen. Maar ja, als Vertongen zo snel ook komt. En Vermalen was er ook, hè. Ja, voilà. Die was nog 2 of 3 jaar daarvoor, zelfs. In de eerste ploeg. Toevallig die 2 ja, niet ook, die spelen ook Champions League. Ik heb het ook over bank zitten, hè. Niet over basis. Basis was, kom ik absoluut tekort voor. Vertongen en Vermalen zijn outstanding. En Lombaars, die was ook goed aan het spelen bij Zenit. Just. Ja. Dus ik had echt wel stevige concurrentie. En ook 3 linksvoetigen. Ik denk dat dat zeer zeldzaam is, dat het toevallig een generatie was met 3 heel goede linksvoetige verdedigers. Zuiver linksvoetige, echt ook een beetje polyvalent ook. Linksbak, centraal, die kon en eigenlijk moesten ze alle 3 maar oproepen en gaat elke positie wel... Dat is waar. Ja. Loker dan? Als ik u zo hoorde, heb je daar dan achteraf spijt van? Want dat was wel een heel moeilijk jaar, denk ik. Goh, schrikkelijk. Allee, dat was zeker niet uw schuld of zo, maar alles wat er dan gebeurde. Je waart dan uit op een beetje eerherstel, laat ik het zo zeggen. Ja, dat was echt wel jammer. Ik kwam daar echt wel in een bouwwerf terecht. Hè. Dat was, en dat had je niet door voor getekende? Nee, want mijn Maas, een goede trainer, die echt wel had voor mij. Maar die werd ook veel te snel ontslaan eigenlijk. Eigenlijk onnodig. Dat is een gelijkspel. Stress, van onder een beetje op zijn Lambrechts, een beetje te impulsief. Die had eigenlijk moeten blijven, gewoon heel het seizoen lang. En we gingen ons wel gered hebben.
En toen kwam Soljat. Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Maar die had een bepaald jaar. Die leeft het nog. Ja, ja, absoluut. Dat was, ook, ik luister ook graag naar Soljat. Die kon echt wel, wel leuk praten. Dat was echt wel entertainment als die praten voor de groep. Ja, door zijn accent. Ja, en ook eigenlijk direct naar de spelers, ook een beetje Allweiler ook direct. Maar altijd met mij een beetje humor. Weet je daar hield je wel van precies. Iemand die het rechtstreeks wel tegen u zei waar het op stond. Ja, ook een beetje mijn soort humor. Ik denk, Ortien de Wolf had een keer een bal gelost. En Charlois scoorde dan. En zei hij van, ja, die handschoenen met zeep gewassen of zoiets. En wel hard voor Ortien, maar je zit er dan en je moet eigenlijk wel zo'n beetje al lachend. Hij was niet kwaad, maar zo van... Kunt jij dan je lach inhouden? Ja, ik hou mijn lach in voor Ortwin, omdat ik het vervelend vond. Dat is ook de stress uit de situatie halen, toch? Maar je had een spelsysteem, iedereen weet hoe Soljat speelde, met veel centers, een goede spits. Maar we hadden geen backs met goede centers en we hadden geen goede spits. Moeilijk, dus dat was een beetje het probleem. Mismatch. Ja, een beetje wel, ja. Terwijl ik echt wel goede tijd had met... dat wordt kalf verdronken, hè. Jammer. Ja. Ik heb een vraag van Sander. Hoe ervaarde je je speech op de markt in Lokeren en waarom ben je niet meegezakt naar 1B? Omdat... Ik weet niet wat er met de speech op de markt in Lokeren was. Dat iets speciaal? Nee, ja. Ik zei misschien is dit een nieuwe start, heb ik gezegd. Die club is echt wel ook infrastructuur ook blijven staan. Hè. Je moest echt wel gaan fitnessen. Dus als je moest de pre-warming-up doen, of een warming-up, moest je een wandeling doen van 300 meter buiten het stadion. In de zomer is dat geen probleem, hè? Maar in de winter, dan moet je teruggaan. Dan ben je aan het zweten. Dan moet je weer terug naar de kleedkamer. Dat avonturenzaaltje daar nog altijd. Ja, dat was verschrikkelijk. En dat was allemaal in elkaar geknutseld. Dan liet ik ook zo wat... Een beetje een afwachtende houding en in de hoop dat het toch wel... En dan plots belde wel de Frankie Dury en kijk ze aan. Het verhaal van Louis de Vries was het zeker? Daar dacht je direct van, nee, daar ga ik niet mee gaan. Was dat niet het jaar nadien vooral? Nee, dat was toen de Vries die in tweede klasse. Ja, dat was... Je bent nooit meer naar tweede klasse gegaan? Hè? Nee, ik ben niet meegegaan. Maar dat was niet zoals Jelle. Jelle die echt zei, ik ga niet mee naar 1B. Maar Jelle is wel gegaan, hè? Ja, maar hij zei wel... het stopt voor mij. Of zeker daarna dan, ik blijf niet. Ik doe 1B, doe ik niet meer. Dat is niet dat jij zegt... Ah nee, ik was wel... Maar oké, dat was dan ook een nieuwe voorzitter. Lemmens... het was daar één werf. Lemmens moet dan ook de ploeg overpakken. En dat ging dan ook allemaal niet door. En... Ja, je hebt de juiste keuze gemaakt achteraf, hè? Want heel veel spelers... Die 2 jaar zo te warm. Juist toen ik was vergeten, Jelle is wel meegezakt. En dat was... Nog eens een dramatisch seizoen. Ja, maar die hebben gewoon geen wedstrijd. Die stonden helemaal laatst. Heel die club is ingestort. Niks van hun geld gehad. Dus ja. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Klopt het dat je bent aangesloten in het cafévoetbal van Melle? Maar hoe weet jij dat? Hoe weet jij dat? Kom jong, uw bronnen. Ja, dat was... je bent de man van Melle. Ja, mijn vrienden hebben een ploegje. En Legia Gent noemt dat. Legia Gent. En die spelen altijd de zaterdagmiddag 2 keer 30 minuten. En dat was na Anderlecht. We hebben allemaal een beetje gedronken. En de voorzitter zei dan, ja, mag ik uw paspoort? Ik ga u inschrijven. Ik heb mijn paspoort gegeven. Ik ben dus eigenlijk wel ingeschreven bij Legia Gent. Maar daar gaat nog een comeback komen. Dat ga ik niet doen, jong. Eén match en dan komen we toch wel supporteren. Doen we daar dan een tifo? Wat heb ik daarmee te winnen? We geven daar een schone kader. Dan gaan ze zien, het is tegen de schacht. En we gaan sowieso. Pakken en we gaan dit en dat. Iedereen gaat zich willen bewijzen tegen je natuurlijk. Als ik dan een slechte pas geef, gaan ze lachen met mij. Terwijl geef ik veel slechte pas. Nee, maar dan gaan ze... Vandaar kun je het op het veld steken. Ja, maar het is op kunstgras, by the way. Moeilijk. En in de winter daar... dat is straf dat je dat weet. Hè. Maar je hebt wel een goesting om te shotten, maar je hebt gewoon geen goesting voor de zeven. Ja, ik snap alle negatieve dingen die je zegt. Ik snap ze wel dat je daardoor niet gaat shotten, maar ergens is het jammer dat je daardoor niet kunt doen. Ja, want dat is gewoon je hobby eigenlijk, als toch? Als ik dan een gedribbel word of ze dan maar een keer een pannen wil geven allemaal. Hè. Ja, ze gaan die liever willen doen. Ja, ik ga agressief worden, basic. Binnen schoppen. Binnen een half jaar in de krant, Olivier de Schaar met kopstoot. Ja, het zou nog zo kunnen zijn, weet je wel. Ik denk dat dat voor heel veel ex-profvoetballers echt lastig is. Dat Patrick Goots heeft hier toch ook gezegd, als ze tegen zijn ploeg spelen, dat die alleen maar gefocust zijn op Patrick Goots zijn ploeg kloppen. Ik snap hem volledig. Dat is niet zo makkelijk. Hè. Nee, je kunt eigenlijk je hobby niet meer uitvoeren op een anonieme manier. Dat vind ik dan weer erg eigenlijk. Alleen iedereen focust daarop.
Een padel is tenminste een net ertussen. Heb jij nog iets? Oei. Want ik heb nog iets voor u. Moest ik... Ja, onder ik ben, uw zetel. Het ergste is, ik ben dus 2 weken op vakantie geweest en ik heb daar niks gekocht voor u, zeg. Dat is echt wel een schande. Laat het dan maar liggen. Oei. Nee. Mag ik het pakken? Ik had toch, doordat ik zeg dat we eigenlijk geen echte vrienden zijn, ging ik iets goed maken. Dat heeft langer geduurd. En het is nu, want met het nieuws dat er nu geweest is, had ik beter een andere keuze gemaakt, maar... Oei. Je mag het pakken. Ah, hier. Nu ben ik zeer benieuwd. Voilà. Die had trouwens die uitnodiging voor mijn trouw gehad. Die zit in de bus. Hola, hola, hola. Wat komt er hier uit de bus? Voilà. Oh, jongen. Zalig. En ik zelf gevraagd dat je het kunt inkaderen. Godverdomme, jong. En het is gesigneerd, hè? Ja, is dat echt? Dat is echt. Meen je dat? Ik zweer het u. Je zit aan de mouw, hè. La Liga. Nee, maar ik denk dat hem de handtekening bedoelt. Ah, hier staat een handtekening. Dat is mijn... absolute favoriete speler aller tijden. Iniesta, daar heb je, dat is echt niet normaal. Voilà. Amai, jongen, zalig. Amai, nu voel ik me echt slecht, denk ik niks. Ik ben heel blij dat jij je nu slecht voelt. Hoe komt het daarin? Via Dries of wat? Nee, andere connectie. Ik ga straks vragen of dat Olivier hier een ander lichttruik wil signeren, en dan geef ik dat volgende week aan u. Mijn eigen shirt teruggeven dan. Wat zalig, merci, jong. Ik moest ook nog de groeten doen aan Andreas van Pulderbos. Speelt bij de Antwerp U16. Ik ben zijn vader tegenkomen, die heeft mij aangesproken dat hij grote fan is. Dus bij deze, de groetjes. Het Joma-shirt gaan we deze week weggeven op Instagram. Dus zeker volgen, @mitmitpodcast, om het Zirkzee-shirt te kunnen winnen. En het Dries Mertens-shirt is gewonnen door Astrid Vermeulen. En dat is een heel mooi compliment voor u. Super toevallig, in de loterij komt zij eruit en ze zegt tegen haar vrienden, luister zeker naar Mitmitpodcast, want de kijk van Evert op het voetbal is altijd juist. Oh, wauw. Want het is echt een Evert-dag eigenlijk vandaag, hè. Maar Astrid, mijn gsm-nummer komt... Nee. Man, dat verloofd, hoor. Ah, shit. Nee, ik ken Astrid, hè. Die heeft bij Sporza gewerkt. Ah, oké. Okay. Dus daarmee, hè, dat is... Dus heeft u een nummer al? Ja, connecties. Voilà. Ik ga dat eens even sturen, merci. Ik mag ook eens connecties hebben, hè. Ja. Het levert mij geen Iniesta-shirt op, maar goed. Olly, dikke merci voor het komen. Dank succes met wat het ook gaat worden met Melle, met analyses op PlaySports. Het is legagent, het is niet Melle, legagent. Ah, oké. Okay. Melle is de streek gewoon. Of... Daar werd ik misschien ingeschreven, maar Het is de ploeg noemt legagent. Oké. Okay. Padel. Voilà. Ik wens hem echt wel. En hoop ik een wildcard op een toernooi, voilà. Want 7 uur 's morgens opstaan. Voilà. Hey, jongens, ik meen dat wel, padel toernooien. Wildcard voor Olivier de Schacht, alsjeblieft. Dank u wel. Goed. Evert, gaat er volgende week terug bij? Ja, graag. Onze gast, ik heb hem al eens gezegd, weet je nog wie het is? Dante... Van Zijr. Voilà. Ze staan eerste, zeker, hè? Ze zijn zeer goed bezig. Voilà. Perfect. Goed, aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week.